geen argumenten en feiten meer. Je ziet sfeerrapportages. Daar gaat dit psychologisch spelletje over. Let op, dit is propaganda. Dan haal je de vrije wil uit de maatschappij. Wat hier staat is echt ongelooflijk. Nou, het is misdadig. Welkom bij het weekoverzicht met Jeroen en Willem. Het is tijd voor week 47 alweer. Jeroen, de tijd vliegt voorbij. Ja, nog 4 of 5 afleveringen en het jaar is weer helemaal voorbij, Willem. Het lijkt wel gisteren toen we de eerste aflevering maakten dit jaar. Ja, inderdaad. Het lijkt wel steeds sneller te gaan. Hey, nog eventjes over de bonusuitzending, want dat was deze keer vanuit Paraguay. Je had een speciale gast over de vloer, Sid Lucassen. En die bonusuitzending is ook om iedereen een beetje een indruk te geven, beschikbaar op de facto voor iedereen, ook voor de mensen die niet terugkerend donateur zijn. Dan krijg je een beetje een indruk wat die bonusuitzendingen zijn, wat we daar bespreken. Het is wat losser, het gaat meestal over een beperkt aantal onderwerpen. Deze keer hebben we het veel gehad over de nieuwe verzuiling. Hè? Nou, er was een echt een leuke discussie, vooral omdat we met heel veel punten niet met elkaar eens zijn. En juist dat maakt discussies interessant. Hè? Dat je flink tegen elkaar, hoe zeg je dat, in discussie gaat met elkaar en daarna gewoon een biertje met elkaar drinkt. Iets wat vroeger heel normaal was, maar tegenwoordig uitzonderlijk. We hebben natuurlijk ook over massamigratie gehad. Maar vooral denk ik het meest verhelderend was dat links-rechts. Dat is zo'n containerbegrip geworden. En ik denk dat zelfs tussen ons en Sid er nu een betere soort werkdefinitie is gekomen van wat is nou links en wat is nou rechts. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, ga naar de facto. En dan lijkt het mij nu tijd voor politiek. Ja, dan mag gelijk beginnen. Goed, daar hebben we het weekoverzicht. Ja, voordat we naar de politiek gaan, wil ik nog eerst even dit. Mocht je nog steeds je e-mailadres niet hebben achtergelaten op de website van De Facto, doe dat dan. Dan weet je zeker dat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwste uitzendingen. En mocht je ons willen steunen, dan stellen wij dat enorm op prijs. Zeker. Crisis in kabinet Schoof, mogelijk vertrek, meerdere nieuw sociaal contract, bewindspersonen. Betrokkenen houden vandaag rekening met het einde van het kabinet, melden ze aan de politieke redactie van RTL Nieuws. De partijleiders van de coalitie komen aan het begin van de avond bijeen in het Katshuis voor crisisoverleg. Ja, Willem, crisis of theater? Leg jij het maar even. Nou ja, daar zit qua politiek eigenlijk geen verschil meer tussen. Ik denk dat deze crisis werd uitgeroepen om toch een beetje af te leiden van de ontmaskering van de vals vlek. Het werd te duidelijk dat de pogrom en jodenjacht in elkaar is gezet. Een co-productie tussen de NCTV en de Mossad. Dus dan gooi je iemand anders voor de bus. En Asher Bardi leent zich daarvoor. Dus nu gaat het over of er over racisme of over integratie is gesproken en of het kabinet dan racistisch zou zijn. Inmiddels is de crisis voorlopig gesust, gaan ze verder en is alleen Asjabar afgetreden. Itzinga volgens mij, die was al afgetreden. Dus nu zijn er twee staatssecretarissen van NSC er vandoor. Maar daar blijft het niet bij, want we gaan naar de volgende. En dan zien we dat het geweten van de Tweede Kamer, kan ik wel zeggen. Zedek en Hertzberger, die vonden het zo vreselijk dat er werd gesproken over andere mensen als dat ze niet goed geïntegreerd zouden zijn. Dat is onbestaanbaar, want je moet natuurlijk niet iets doen wat dicht in de buurt komt van discriminatie. Dat is wel grappig natuurlijk als je Hertzberger er filmpje ziet over dat ze vindt dat mensen die niet geïnjecteerd zijn uitgesloten moesten worden van de maatschappij. Maar dat is natuurlijk geen discriminatie, dat is gewoon fascisme. Ja, nee, Hertzberger vond het allemaal heel erg onfatsoenlijk en zo ga je natuurlijk niet met elkaar om. Hè? Je sluit wel hele bevolkingsgroepen uit als ze zich niet willen laten testen of als ze niet gevaccineerd zijn. Maar voor de rest moet je natuurlijk heel netjes met elkaar omgaan. En Hertzberg is wat dat betreft een stralend voorbeeld van fatsoen. Het gaat
Met andere woorden, helemaal nergens over. Deze vond ik wel heel interessant. Genocide en antisemitisme-expert Amos Goldberg die zegt... in Gaza is een genocide gaande. Hij keurt elk geweld tegen Joden af... maar de rellen in Amsterdam hebben volgens hem niets te maken met een pogrom. Het probleem is de genocide in Gaza. En dat kan ik helemaal onderstrepen, Willem. Op één lijn met ons... Ja, alleen het verschil is dat deze meneer Joods is. Hè? Dus die mag het zeggen. Als wij het zeggen, dan zouden wij wel eens als antisemitisch kunnen worden weggezet, Jeroen. En zorgen bij ministeries over ongewenste inmenging Israël in Nederlands debat. Er is binnen het Nederlands veiligheidsapparaat ongemak ontstaan over Israëlische beïnvloeding... Israëlische pogingen het politieke debat in Nederland te beïnvloeden. En dan gaat het over een rapport wat is toegestuurd aan alle Kamerleden en bewindslieden van de Israëlische minister van Diaspora en Bestrijding Antisemitisme. Nou, Willem, ik kan je wat verklappen. Ik denk dat wij ons helemaal geen zorgen hoeven te maken over de beïnvloeding of pogingen tot beïnvloeding van het politieke debat in Nederland. Wat is namelijk helemaal geen beïnvloeding? Zij bepalen namelijk het politieke debat. Ja, en dan staat er Amichai Gikli, Israëlische minister van Diaspora en Bestrijding Antisemitisme. En dan moet ik gelijk denken aan dat NCAB, Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding, Edo Verdonner. En dan zie je van, hij werkt eigenlijk voor deze meneer. Soms is het lastig om te zien hoe de staatsinrichting nou echt in elkaar zit. En de motie van het lid Stoffer over het door de veiligheidsdienst onder de loep laten nemen van organisaties die genoemd worden in het special report van Israël. En de stemmingsuitslagen aangenomen met hand opsteken 99 van 149 voor. Dus ook hier, er is geen beïnvloeding, Israël bepaalt het beleid. Dus het was wel handig dat ze even een rapportje kregen voordat het antisemitisme debat in de Tweede Kamer plaats. Want dan wisten ze tenminste wat ze moesten zeggen. Normaal stuurt de NCTV dat eventjes 's ochtends door van dit is jullie tekst voor vandaag en dit zijn jullie onderwerpen. Maar deze keer liet de NCTV weten, let even op, jullie krijgen deze dag de instructies van mijn Israëlische collega. Kamermeerderheid wil moskeeën sluiten in de strijd tegen antisemitisme. Er is een groeiende consensus over Kamerleden over het afsluiten van salafistische moskeeën en instellingen. Ja, waarom niet? Waarom laten we gewoon moskeeën gaan sluiten, Willem? En daarna sluiten we de kerken en de synagogen, die mag je natuurlijk niet sluiten, want dat zou namelijk antisemitisme zijn. Nou, dat deden ze onder het communisme gewoon wel hoor. Ik denk dat Joden vooral als een schild, excuus en wapen worden gebruikt en dat het helemaal niet over... het geloof gaat. Maar dit is natuurlijk puur om op te ruien. Hè? Om mensen lekker aan te wakkeren. Om vooral door te gaan met de polarisatie. En een tweet van Dylan Jezilgus. Wat we vandaag in elk geval concreet hebben geregeld na het debat over Jodendacht. Jodenjacht, en dan komt het daders via snelrecht, zo snel mogelijk voor de rechter, meer mogelijkheden voor politie om mee te kijken in besloten telegramgroepen, terroristische organisaties zoals Samidoun verbieden, liefst in de hele EU, en toezicht op weekend- en koranscholen en geen geld meer naar, en geen gesprekken meer met antisemitische, anti-integratieve en anti-rechtsstatelijke organisaties. Oh. Maar je ziet... Dylan is heel voortvarend en ze is heel trots op wat we allemaal kunnen. En weet je wat me opviel, Willem? De bijval die ze kreeg op sociale media. Men vond zelfs het hele... terwijl zij een veelpleger is. Hè? Dit is iemand die absoluut voor een tribunaal zich moet verantwoorden. Ik sta iedere keer weer versteld hoe mensen zich er iedere keer weer in... trappen. Als Dylan iets tweet, moet je gelijk denken, hey, maar wacht eens even. En ook in dit geval zijn er meerdere helemaal wacht eens even. Want als we gaan kijken, meer mogelijkheden voor politie om mee te kijken in besloten telegramgroepen. Wat handig zeg. En weet je wat? Dat kunnen we misschien niet alleen tegen antisemitisme gebruiken, maar misschien ook voor andere doelen.
En wat dacht je ervan om geen geld meer naar anti-rechtsstatelijke organisaties? Wat dacht je van noem maar zo'n organisatie, Ongehoord Nederland bijvoorbeeld? Ook of, anti-rechtsstatelijk? Voor waar wij krijgen sowieso geen geld, Wil. Dus wij hoeven daar natuurlijk niet bang voor te zijn. En toezicht op onderwijs, weekend- en koranscholen. Allemaal leuke entreetjes en zo gaat het altijd. Hè? Je zoekt een handvat en hoppakee. Ja, maar er zeiden al direct, dit is een false flag. En het gevolg is, het doel is meer bevoegdheden creëren. Dit is het doel. Ja. En het lukt aardig, want ze krijgen enorme, wat fantastisch. Ik las zelfs een reactie van, misschien ga ik volgende keer zelfs weer op VVD stemmen. Goed bezig, Dylan. En dan zakt de moed mij in de schoenen, Willem. Dan denk ik, god, hoe bestaat het? Ja, één verdediging voor Dylan. Ze bedenkt het natuurlijk niet zelf, maar daar komen we zo op bij de oude hoed. De autocratische vraag van een ex-NCTV-premier. Ja, volgens mij is Doorbraak.nu een extreem links, of in ieder geval heel erg eurofiel blaadje. Maar waar gaat het over? Dat is een van die dingen die Dylan net noemde. Dat is eigenlijk het buitenwerking stellen van het onafhankelijkheid en de vrijheid van het onderwijs. Dus dat is één die ze aan banden leggen. Gaan we naar de volgende. En hoe snel was het 13 november? Dus alles lag al klaar. Deze set lag al klaar. Ze waren alleen nog op zoek naar een excuus om het door te voeren. Ja, er is een artikel of een interview in de Volkskrant. Kabinet wil toegang voor politie tot appgroepen na geweld in Amsterdam. Nood is hoog. En het geweld tegen Israëlische supporters in Amsterdam toont volgens minister Van Wil, Justitie en Veiligheid, de noodzaak aan om de politie ruimere bevoegdheden te geven om mee te kunnen kijken in online chatsgroepen. Hij komt snel met een wetsvoorstel. Moet je eens even voorstellen. Inmiddels staat vast, Willem, dat alles gelogen en bedrogen was. Het waren niet Israëlische supporters die vervolgd waren. Werden daardoor door Jodenjagers. Nee, het was andersom. Het waren zogenaamde supporters. Het zal allebei gebeurd zijn, maar degene die dit heeft aangewakkerd, dat waren supporters die geïnstrueerd zijn. Er is geïnfiltreerd in Telegram-groepen, dat zijn ook de geheime diensten geweest. Er zijn kledingstukken uitgedeeld. Dit is een false flag. En het mooie van deze false flag is dat het echt van A tot Z zichtbaar is. We gaan hier de komende weken nog vaker over berichten. Nou, Willem, dat zeg je nou zo, maar er zijn beelden de hele wereld rondgegaan. Elke internationale zender. En daar waren groepen gemaskerde mannen te zien die dan tekeer gingen tegen andere mensen. En daarvan werd gezegd dat de Jodenjagers waren, terwijl dat juist die Israëlische voetbalsupporters waren. En dat is ook niet gecorrigeerd. En dit is wel waar men nu op voortborduurt. Ja. Dus het is van voor tot achter gelieg en bedrieg. En ondertussen, boom, we hebben alweer nieuwe bevoegdheden voor de politie. Kamervraag van het lid van Houwelingen aan de minister van Justitie en Veiligheid over correspondentie tussen de NCTV en de NAVO. Men vraagt dus de correspondentie, maar wat is het antwoord? Ja, weet je, de NCTV heeft voornamelijk contact met de NAVO over de veiligheidsorganisatie omtrent de NAVO-top in 2025. En de NAVO-ambities op het gebied van weerbaarheid en civiele paraatheid. Dat vind ik een beetje een cryptisch antwoord. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Kijk, dat eerste deel is begrijpelijk, maar dat toevoegingje, daar gaat het meestal om. Maar ze zeggen, ja, die documenten die kunnen we natuurlijk niet vrijgeven, want dat zou de nationale veiligheid in gevaar brengen. Maar wat zijn dat, Willem? Misschien heb jij daar een idee over. Wat dat civiele is. Civiele paraatheid. Ah, pandemische paraatheid. Oh, dit was dat versprekentje van aangemaakt. Nou, juist. Precies. En daarover kunnen natuurlijk ook geen documenten vrijgegeven worden. Nou, de NAVO was in 2020 ook verrast dat ze die taak kregen. Daar komen we zo ook in de oude hoed. En VVD-Kamerlid Van den Burg, die zegt, geen taboe op het inzetten van Nederlandse soldaten bij vredesmacht in Oekraïne. Wat mij betreft is er
één taboe en dat is dan dat andere landen gaan bepalen wat er met Oekraïne gaat gebeuren. En dan is het ook weer, wat is een vredesmacht, Willem? Is dat een oorlogsmacht die vrede gaat afdwingen door Rusland te verslaan? Vertel mij het maar. Ik heb toevallig, want ik zat toen in de auto, dit interview op de radio geluisterd met Sven. En Sven was natuurlijk constant aan het kijken of er nog wat sappige details uitkwamen. Erik van den Burg die hield zich in die zin op de vlakte en probeerde te zeggen constant, nee, het is aan de Oekraïne. Het is allemaal aan de Oekraïne hoe zij die vredesmacht inzetten, waar die mag komen, hoe die bewapend is, et cetera. Maar het is natuurlijk een prerogative, zoals dat heet, om Nederlandse soldaten op dat grondgebied te krijgen. En daarna kunnen we wel weer verder kijken. Precies, en daarmee worden de geesten vast rijp gemaakt van ja, we gaan wel soldaten sturen, maar natuurlijk alleen voor een vredesmacht. En dan kunnen we nog over de definitie van vredesmacht. Tegenwoordig moet je alles omdraaien, dus je kan je afvragen wat ze daarmee bedoelen. En dan komt Jan Paternotte, die is er kennelijk nog steeds, en die zegt geen taboe om inlichtingensamenwerking met de VS te herzien. En hij komt met die opmerking nu Tulsi Gabbard door Donald Trump is genomineerd als chef van de Nationale Inlichtingendienst. Ja, weet je, dan krijg je in één keer een mogelijk integer persoon daar. Een mogelijk integer, ik hou er even een voorbehoud. En dat kan natuurlijk niet, want die kunnen namelijk niet met onze criminele inlichtingendiensten samenwerken. Precies, dat is de echte reden, want kijk die subtekst daar. Gabbard, ex-democraat, diende als militair in Irak en verspreidde een Russische complottheorie. Hey, maar is het niet helemaal andersom? Is het niet zo dat de MIVD en de AIVD de CIA en de FBI hebben geholpen een Russische complottheorie te verspreiden, namelijk dat er een Russia collusion was, waarvan ze wisten dat het niet waar was. En die waarheden, daar gaat Tulsi Gabbard achterkomen, dat de Nederlanders hier diep bij betrokken waren. En daar zit Paternotte al pultjes om te zweten. Ja, dat denk ik ook. En private bedrijven waken op de Noordzee. Die worden ingehuurd om de Noordzee te bewaken. En Defensie wil via patrouilles een beter beeld krijgen van alle scheepvaart op de Noordzee vanwege de risico's van Russische spionage. En dan gaat het over cruciale kabels en leidingen. Ja, die cruciale kabels en leidingen, Willem, die mag natuurlijk niet door de vijand Rusland worden afgetapt. Dat mag alleen maar door de eigen diensten. Hè? Ja, er komen een paar dingen. Hoezo komt Pointer hiermee? Dat is een desinformatiekanaal. Een tweede is, waarom private bedrijven? Hebben wij geen eigen leger? Of is het puur om de WOP en de controle te omzeilen? Een derde is, hey, toen er die terroristische aanslag was op de Nord Stream, waarom zijn deze acties toen niet ondernomen? Omdat ze al wisten dat we het zelf hadden gedaan. En een vierde is dat nu niet ook zo? Is dit ook niet alleen maar een excuus om Russische, en dadelijk komen we nog bij het Chinese schip dat werd geënterd door de Deense marine, is het niet weer gewoon de geest rijp maken voor een volgend conflictje en heel veel geld uitgeven aan militair materieel? En de EU overweegt oprichting van eigen inlichtingendienst tegen externe dreigingen. En hier zie je weer de trend die we de laatste jaren al heel sterk hebben gezien. De EU die trekt steeds meer bevoegdheden naar zich toe en steeds meer taken die niet vallen onder het EU-verdrag. Want hoezo zou de EU een inlichtingendienst nodig hebben tegen externe dreiging? Dat is de eerste. En de tweede is, zal die niet al lang bestaan willen? Wat denk jij? Ja, meestal als ze iets oprichten, dan is dat om de laatste 20 jaar wit te wassen. En een tweet van Pieter Omtzigt, die zegt, ja, vandaag pak ik mijn werk als Kamerlid weer op in de Tweede Kamer. Voorlopig nog niet fulltime in Den Haag, maar rustig, stap voor stap. Zie je nou uit het werk weer op te pakken, collega's te zien en de schouders eronder te zetten in een pittige week. Nicolien van Vroonhoven en ik zullen samen de taken van het fractievoorzitterschap verdelen de komende tijd. Nou, mocht je ook medelijden hebben met Pieter Omtzigt, stuur hem een kaartje, want hij heeft de steun enorm nodig, want hij heeft last van een burn-out. En die burn-out kwam natuurlijk dat het publiekelijk bekend werd dat hij door de mand gevallen is, dat hij zijn hele achterban verraden heeft en dat hij eigenlijk een clown is die de ontevreden kiezers moest afvangen. En dat heeft zijn sporen nagelaten op hem. Dus hij heeft er echt geestelijk last van, burn-out gehad. Maar hij komt er vast weer bovenop als je maar
rustig stapje voor stapje weer zijn taken opneemt. Ja, daar kunnen we allemaal aan bijdragen. Ik roep bij deze ook de Kamerleden op om heel voorzichtig te doen. Maar dan echt heel voorzichtig. We moeten eigenlijk van die Tweede Kamer een safe space maken de komende tijd. En Forum voor Democratie die twittert dat het kabinet heeft zich gecommitteerd aan diverse internationale afspraken. Pact for the Future, de SDGs en de klimaatdoelen. Zo geeft minister BHO Renette Klever van de PVV aan. Gezien de verkiezingsprogramma's van de coalitiepartij is dit op zijn zachtst gezegd een verrassende politieke toewijding. Ja, Willem, is het een verrassing dat politici in dienst zijn van buitenlandse entiteiten en niet in dienst zijn van de Nederlandse bevolking? Volgens mij niet. Maar wat Klever betreft, kwam die niet van Ongehoord Nederland af? Ja, een omroep die zich zo af. Eerste Kamerlid van de PVV. En dat laat zien dat de PVV gewoon helemaal op koers ligt om toe te treden tot het kartel. Ja, je kan je dan ook afvragen, wat deed ze dan bij Ongehoord Nederland? Hè? Wat doet iemand? Want Ongehoord Nederland, als je de mission statement bekijkt, dan gaat het juist ook tegen dit soort klimaatdoelen en SDGs. Dus wat had zij daar te doen? En het nog saillanter is, zij had het voornemen om na haar ministerschap weer terug te keren naar Ongehoord. Dus het laat zien hoe al dat soort organisaties toch altijd stiekem iemand binnengesluist wordt om daar controle te houden. En Frans Timmermans, die onderging vorige maand een maagverkleining en hij is zo opgelucht. Ja, ik ben bang dat dat de verkeerde diagnose is geweest, want ik denk dat Frans Timmermans vooral leidt aan een uitvergroot, een mega ego. En ik weet niet of dat te verhelpen is met een operatie. Wat denk jij, Willem? Nou, in ieder geval draagt hij bij aan een van de SDG's. Want er blijft nu veel meer eten over. Hè? Dus het is tegen de honger. Ja, hij leed aan morbide obesitas. En burgers accepteren gezag, overheid volgens adviesorgaan steeds minder. Dat staat in advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken dat donderdag wordt gepubliceerd. Nou Willem, eerste vraag. Hoe zou dat nou toch komen? Ja, ik denk dat het door climate change komt. Of zou het komen omdat het gezag zich al jarenlang opzichtig misdraagt. En dat enorme erosiesporen achterlaat in hoe de burger zijn overheid vertrouwt en respecteert. Nou, ik denk dat er een campagne nodig is om het vertrouwen te herstellen. Restore trust. En dat doe je door nog beter te censureren. Want kennelijk komt er nog steeds te veel desinformatie en valse informatie bij het publiek terecht. Waardoor ze denken dat een overheid niet te vertrouwen is. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Dus we kunnen daar ongetwijfeld verdere stappen in verwachten. En wethouders luiden de noodklok over onuitvoerbaar beleid. Het water komt tot aan de lippen. Den Haag stelt zich steeds meer op, dat is de klacht, dat stelt zich steeds meer op als alleenheerser, vinden wethouders. En daardoor zitten zij met onuitvoerbaar beleid. Ze zien zich als uitvoeringsloket van het Rijk. Nou, dat zien ze zich niet alleen, dat zijn ze ook. Kijk, volgens de grondwet hebben gemeentes op bepaalde beleidsterreinen autonomie. Zij mogen zelf een beleid maken. Maar langzaam is dat steeds verder teruggedrongen en heeft het Rijk steeds meer macht naar zich toe getrokken. Dat is een vlieg, ja. Zie je. Ja. Ja, nou, maar dit sluit helemaal aan op wat we al een tijd zeggen. De uitvoering zit bij de gemeentes. Daar moet het verzet komen. En dit stemt enigszins blij dat er dus ook veel verzet is. Want dan gaan we naar de volgende. En dan is onze boodschap aangekomen. En misschien hebben wij dat wel helemaal niet op hoeven te roepen. Maar zijn er heel veel mensen in de gemeente of wonend in de gemeente die dat ook zo hebben opgevat. En hebben gezien van, we moeten hier onze poot stijf houden. Die uitvoering, die moeten we tegengaan. Zand in de machine. Ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Den Haag zit vol met clowns die de aandacht trekken en de grote lijnen uitzetten. Maar niet zelf natuurlijk, ze geven alleen maar die grote lijnen door van wat hun aangereikt wordt. Maar de
echte geboefte zit op gemeentelijk niveau. Daar zitten de echte extremisten die al dit soort beleid keihard doorduwt tegen het belang van hun eigen inwoners in. Gemeente stopt tijdelijk met uitvoeringsspreidingswet. Mag dat wel? En dat is de vraag die nadat de gemeente West-Betuwe stopt met het uitvoeren van de spreidingswet. Een partij Helder in de gemeente Montfortland stelt een wettelijk onuitvoerbare motie voor om een pas op de plaats te maken met de opvang. Eerst duidelijkheid van minister Faber, zo klinkt het bij sommige lokale politici. Nou, het is mooi dat ook hier langzaam toch meer lokaal verzet gaat komen. Natuurlijk nog veel te weinig. En Rotterdamse beleggers verkopen hun woningen. Ik stop ermee en kom niet meer terug. En dat blijkt uit het gegevens van het kadaster. Deze woningen worden aanzienlijk goedkoper verkocht dan het reguliere aanbod wat kansen biedt voor starters. Nou, dat is natuurlijk een onzinverhaal. Het biedt geen kansen voor starters, want welke woningen worden goedkoop aangeboden? Die zijn namelijk verhuurd. Onverhuurde woningen zijn nog steeds heel goed te verkopen, maar de prijs van verhuurde woningen, de verkoopprijs, die is gedaald, ik meen, van iets van 22 keer of 24 keer de jaarhuur naar 12 keer de jaarhuur. Bijna gehalveerd. En dit was ook al te voorspellen na de maatregelen van Hugo de Sloper, die onder meer een huurmaximering heeft gesteld, waardoor investeerders in één keer een hele businessmodel zagen instorten en hun kostencalculaties en hun hele rendement verdween. Dit is de echte reden voor de exit tax. En nog even een tweet van Hester Bayes over Klaas Knot, die tot 2009 bij de Nederlandse Bank als toezichthouder en beleidsmaker op pensioenfondsen werkte. Maar waarom was Knot tussen 2009 en 2011 werkzaam bij het ministerie van Financiën? Nou, zij beschrijft dat in het boek Worst Bank Scenario. En daaruit blijkt dat vanaf 2009 de pensioenfondsen ABP en PFZW zijn misbruikt door systeembanken ABN, ING en Rabobank om 270 miljard onderpandtekort te verhullen. En 200 miljard daarvan is gefinancierd via pensioenpotten, zodat deze geen staatssteun nodig hadden. En dit onderpandtekort is Europees veel groter en zal gedekt worden door nieuwe Europese schulden. Nou, Ik sluit aan en dit legt een beetje uit wat wij bedoelen met de pot is al lang leeggeroofd. Dat geld in de pensioenpotten, dat is al vergeven. En het is dubbel uitgegeven eigenlijk. Dus nogmaals, een dankje aan Hester Bayes die hier heel veel stukken over schrijft. Volg haar op Twitter. Dit is de realiteit. We zijn al beroofd. Alleen de Nederlander die ziet dat en zegt van ja, ik zie allemaal miljarden heen en weer gaan. En pas als zij dadelijk geen pensioen meer krijgen of zwaar gekort worden, dan pas zullen ze in actie komen. Maar dan is het meestal te laat, want dan is het geld verdeeld door de criminelen. Ja, maar dit is maar één deel van de roof. Het andere deel, een belangrijk deel van de roof, gaat over staatsobligaties aan zuidelijke landen, waar ze ook min of meer gedwongen aan moesten deelnemen, die nooit meer terugbetaald gaan worden. Dus wat er op die balans staat, wat wij denken dat in die pot zit, is allang weg. En het is verwonderlijk dat de straten nog niet volstaan met mensen, want dit is letterlijk roof. Hè? Dit is het geld van de mensen die dat hebben ingelegd. En dat hebben ze maar even opgemaakt. En nog even één puntje. Wim Kok begon al met deze roof. Hè? Destijds was de dekkingsgraad zo groot van die pensioenfondsen dat hij zei, nou weet je wat, we kunnen daar best wel wat geld van overhevelen naar de staatsbegroting. Nee, dat, het schilderij De Boogie Woogie van gekocht? Ik weet niet wat er allemaal mee gebeurd is. Ik weet wel dat het toen flink is afgeroomd. En daarna, toen die dekkingsgraad lager werd, toen werd niet gedacht, weet je wat, we storten weer wat terug. En zo is het steeds gegaan. Ze hebben steeds een beetje meer geroofd. En mensen hebben nog steeds het idee dat het wel goed zit met hun pensioenen. Maar ik zou daar maar niet al te hard op rekenen. Dat je daar nog heel lang plezier van kan hebben als je met pensioen gaat. En slecht nieuws, Willem. Er is vogelgriep uitgebroken in Putten, waarna 23.000 kippen zijn geruimd. Het gaat over biologische leghennen.
Ja, dan hebben ze natuurlijk even met een PCR-test even gekeken wat er aan de hand was. En wat dacht je? Positief. En positief, ja, ja, moeten we natuurlijk ruimen. Kan niet, hè? Ja, en dat ruikt waarschijnlijk naar meer. En Zeeland zonder Oosterscheldekering. Nieuw plan moet ons klaarstomen voor klimaatverandering. En dat staat in een plan dat werd ingediend voor de EO Weijersprijsvraag. Kustecoloog Jim van Belsen van het Koninklijke Nederlandse Instituut voor Zeeonderzoek schreef mee aan het plan om Zeeland klaar te maken voor klimaatverandering. Wat bedoelen ze daarmee, Willem? Als ik het even goed begrijp, we gaan een megaproject wat betaald is van belasting, dan is nu het, een luchtballon, noem je dat, een proefballonnetje opgelaten om die te verwijderen, om ons klaar te maken voor klimaatverandering. Maar klimaatverandering betekent toch meer stormen en meer grote vloedgolven. Met andere woorden, gaan wij Zeeland teruggeven aan terug, de zee? Ja. Aan de zee. Daar lijkt het, daar het staat er niet letterlijk, maar dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, en dat die mensen daar wonen, maar die kunnen toch ook verhuizen. Komen we zo op bij Agenda 2030, want er is ook een Rotterdamse hoogleraar die daar een futuristisch plan over heeft. Maar wij zeggen het wel vaker, een groot deel van Europa gaat teruggegeven worden aan de natuur. En dat is niet alleen een complottheorie. We hebben de natuurherstelwet gezien. En het is letterlijk zo. En Nederland snakt naar plekken waar de rivier kan overstromen. De Nederlandse rivierendelta wordt door menselijk ingrijpen in combinatie met klimaatverandering steeds kwetsbaarder voor onomkeerbare veranderingen. Dat concluderen drie onderzoekers van de Wageningen Universiteit in een onderzoek naar 47 rivierdelta's wereldwijd. Ja, de Wageningen Universiteit, als daar een onderzoek vandaan komt, dan moet je al eventjes heel precies gaan kijken, want we hebben daar te maken met een tempel van SDG's. En SDG's, inderdaad. Ja. Dit is een ideologisch pamflet. Ja, en ja, er zijn toch zat plekken waar de rivier kan overstromen. Ik snap dat niet. Ik snap het hele probleem niet. Je kan Nijmegen laten onderstromen. Je kan Maastricht laten onderstromen. Er zijn zoveel steden die je kan gebruiken als overstromingsgebied. Dus ja, maar hoezo, Jeroen, breng ze nou niet op ideeën, want dat doen ze al, hè? Ja. Ja, hier zien we een plaatje van een satellietbeeld met een enorme storm en bliksem bij Valencia. En ook daarboven nog eentje. Wat zien we hier, Willem? Ja, dit waren de overstromingen bij Tarragona en Valencia. En opmerkelijk lokale heftige buien. Ik heb daar een uitzending over gemaakt die net online is gezet, samen met Carine Knapen. En daar bespreken we al die invloeden van het alarmsysteem, het uitblijven van hulp, een schip met een harpinstallatie voor de kust, et cetera, et cetera. Interessant. Ga vooral kijken. En het wordt nog gekker. Een tweet van Rodri Ramos. In augustus verscheen er op Netflix een serie waarin de overstromingen in Valencia, Spanje in oktober werden voorspeld. Dezelfde naam, Dana, en dezelfde hoeveelheid water, 400 liter per kwadraatmeter. En dezelfde stad, Valencia. Ja, zal dat toeval zijn of is dit provocatie? Daar lijkt het wel een beetje op. Hè? We hebben dat al eerder gezien met films die rampen voorspellen en er dan precies hetzelfde uitkomen. Ik heb het idee dat ze gewoon met ons aan het spelen zijn. En Europese elektrische autoacties gaan massaal naar de schroothoop. Meer dan een derde las ik in een ander artikel. Waarom doen ze dat weer? Ja, er is geen afzetmarkt meer voor. En dan heb je eerst al die kindertjes, heb je die kobalt laten winnen. En daarna stuur je ze naar de schroothoop. Dat is in ieder geval erg milieuvriendelijk. En Frankrijk neemt oude steenkoolcentrale opnieuw in gebruik uit vrees voor blackouts. En zo zie je hoe effectief het groene beleid is. Hè. Duitsland heeft steenkoolcentrales, bruinkoolcentrales, kerncentrales, allemaal gesloten. En ze zijn nu een grote netto-importeur van stroom geworden. En nu gaan ze dus waarschijnlijk ook uit Frankrijk stroom van oude steenkoolcentrales
importeren. En die Duitsers mogen natuurlijk blijven betalen voor al deze onzin. Maar het laat zien met wat voor waanzin we hier te maken hebben. En nog maar 12 jaar oud, maar Ferre is klaar om wereldleiders wakker te schudden op klimaatop. We hebben nog maar 10 jaar. Maar dit is een schoolvoorbeeld van kindermishandeling. Je ziet hier twee sectevorming. Dit is waarom ik twijfel over homeschooling en vrijheid van onderwijs. Want dan krijg je dus ook dat dit soort ouders hun gang kunnen gaan om kinderen met de meest bizarre klimaatideologieën te indoctrineren. Maar ik ben in ieder geval blij voor het jongetje dat hij er zo gezond en verstandig uitziet. Van als ik weer ouders zie, heb ik toch het idee dat we hier met Downies te maken hebben. Dus ik weet het niet of je het ze kwalijk kan nemen. Vind ik hoor. Ja, excuses. Bij deze excuses. Social media moeten naar onze zorgen luisteren. En dan gaat het over online veiligheid. Persveilig. Willem, persveilig. Wat is dit? Ja, we krijgen dus een soort fact-check politie die zich steeds prominenter gaat mengen. We hebben dat fact-checken pas echt goed leren kennen tijdens de coronapandemie. Maar dat is heel goed bevallen. En zoals je zelf al zei, als we dat vertrouwen willen terugwinnen, dan moet er nog veel meer gefact-checkt worden. En een tweet van Marianne Zwageman. En zij zegt dat er eerder vanavond iemand moedwillig op haar inreed. 2 keer. Ik kon nog net aan de kant springen. Redelijk van slag nu. Ja. Dat dit nog niet breed in de krant staat, dat doet mij vermoeden dat het wellicht de Hens de V erachter zit. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat als er een intimidatieactie is, dat breed wordt uitgemeten. Want normaal zou je zeggen, kom niet aan onze mensen, een aanslag op de journalistiek, et cetera, et cetera. Dus ik vind dat verdacht. Ja, want als het gaat om Kaag, hè, dat er iemand gewoon voor de deur staat die met hem wil praten. Ja, dat is natuurlijk een terroristische aanslag waarbij gelijk iemand een half jaar in de gevangenis moet. En waar we tot op de vandaag de dag in elk NCTV-rapport en AIVD-rapport naar verwezen wordt hoe ernstig het gesteld is met de veiligheid van politici. Maar ja, als het andere of als het om Thierry Baudet of andere gaat, ja, dat maakt natuurlijk allemaal niks uit. Maar blijf van onze mensen af. Dan Craig Murray. Die versloeg de situatie in Libanon, als ik me niet vergis. En dat was tegen het zere been. Want het is niet de bedoeling dat journalisten echt onafhankelijk verslag gaan brengen. Dus nu heeft hij gevraagd of hij zijn membership aan de National Union of Journalists mocht vernieuwen. Maar dat werd geweigerd, want volgens de criteria van deze beroepsgroep voldoet hij niet. Dat klinkt bekend. Ja, het klinkt zeker bekend. Hè? Dit soort zogenaamde journalistenverenigingen, die doen ook aan accreditatie. Hè? Dat betekent dat je een perskaart krijgt en dat je toegang krijgt tot persconferenties, noem maar op. Ook in Nederland, de Nederlandse Vereniging van Journalistiek. Ik heb samen met je broer hebben geprobeerd om perskaarten te krijgen, want wij hadden ook een website waarop wij nieuwsartikelen plaatsten en schreven. Maar dat werd geweigerd omdat wij niet aan de criteria voldoen. En ook dat zie je weer hoe geraffineerd er een zuivering en een filtering plaatsvindt. Want wat is namelijk het criterium om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van de NVJ? Is dat je het grootste deel van je inkomen moet verkrijgen uit journalistieke werkzaamheden. Nou mag jij eens raden met uitsluiting van alle anderen wie daaraan kan voldoen. Dat zijn alleen maar de gesubsidieerde en betaalde mediakanalen. Als jij namelijk, er zijn maar weinig privé of kleine journalistieke netwerken die zich dat kunnen veroorloven. Meestal moeten mensen daarnaast nog geld verdienen, want het wordt niet betaald tenzij je flink uit de ruif van de staat kan eten. Ja, en volgens mij is het ook helemaal tegen de code van Bordeaux, of in ieder geval de Europese jurisprudentie in. Een journalist wordt niet bepaald door de beroepsgroep, maar of die nieuwsitems maakt. Hè? Dat is het enige criterium. In principe is iedereen die zich journalist noemt en bezig is met nieuwsgaring, moet als journalist beschouwd worden.
Het is juist om te voorkomen dat de staat gaat bepalen wie wel of niet journalist is. Hè? Want daarmee zou je namelijk al de persvrijheid enorm aan banden kunnen leggen. Maar via een omweg, via die journalistenverenigingen, gebeurt dat dus desondanks. De onzichtbare godvader van radicaal rechts. Het is weer hommeles hè, bij die rechtsradicale omroep. Moet je alleen al die eerste zin zien. Dan hebben we het over Ongehoord Nederland. Na ruzie in de directie raakte onlangs de Raad van Toezicht in opspraak. Gert-Jan Mulder, een van de leden van deze Raad van Toezicht, stapte op na een publicatie in de Volkskrant. Wie is deze 66-jarige oud-bankier die vanuit Uruguay aan een rechtsradicaal of een radicaal rechtsnetwerk bouwt? Nou, dus ze hebben hun doel bereikt. Hè. Ze hebben met een hitpiece hebben ze hem van zijn stoel gekregen. Maar dat is nog niet genoeg. Moet je nog even natrappen om andere leden van de Raad van Toezicht van zijn waarschuwing te geven. Let op, jij bent de volgende. Willem. Ja, dit is een ordinaire aanval. Het is echt een barrage. Dit is het derde of vierde stuk van de Volkskrant, precies over hetzelfde onderwerp. En zo zie je wat de criteria zijn om een beroepsjournalist te mogen zijn. Ja. En een tweet van Jan Roos, Willem. Hij zegt dat hij via een woonverzoek kwam en erachter dat de NCTV mij in de gaten hield. Man, man, man. Het is toch hilarisch om te horen dat de NCTV mij in de gaten hield tijdens corona onder het kopje tweets van invloedrijke personen. Ja, het is wel grappig, oh, want van wie zou hij deze screenshots hebben gekregen? Nou, dat was ik. Want wij waren vorige week de gast bij Roddelpraat. Daar was Jan Roos minder blij mee. Maar dit tweet hij dan toch maar weer. Dus dan zie je dat er toch wel iets doorsijpelt. Alleen hij vindt het hilarisch. Ik vind het schandalig. En dit is een beetje wat Marianne Zwagerman ook niet door had. Dat hebben we vorige week laten zien. De NCTV is de Stasi on steroids. En een tweet van Jan Bonte, uitgekletst en uitgeluld. De wetenschap doet er het zwijgen toe. Gewogen en te licht bevonden de professionele prutsers van het Nivel. Nou, waar gaat het over? De Nivel Research heeft de account gesloten. Ja, hoe kwam dat? Er zijn twee rapporten uitgekomen. Eind augustus kwam het rapport van Meesters en Jacobs. Die lieten zien, de data is corrupt en je kan sowieso niet de conclusie trekken dat de vaccins veilig zijn. Dat waren eigenlijk de twee belangrijkste conclusies van het rapport. Toen in aller haast kwam het Nivel met een klatje ook op de proppen en zeiden nee, sterker nog, je hebt 10 keer grotere kans om überhaupt dood te gaan als je niet geprikt bent. Dus het is een wondermiddel, een levenselixer. Nou, daar werd natuurlijk door ons, maar door eigenlijk iedereen die een beetje verstand heeft van statistiek, korte metten meegemaakt. Toen is het tijdelijk teruggetrokken. Daarna hebben ze het weer erop gezet, maar de conclusie niet veranderd. Daar kwam weer kritiek op. En wat doe je dan als je inhoudelijk kritiek krijgt en je bent van de overheid? Dan hef je je account op, want er mag op geen manier een inhoudelijke discussie plaatsvinden. Maar het laat zien dat dit soort organisaties allemaal gekaapt zijn door criminele handlangers. Hè? Want alleen criminelen die handelen op deze wijze. Hop, snel, je bent betrapt. Hop, snel verstoppen. Ja. Dus Nivel heeft het niveau van een plof-BV bereikt. En Ben & Jerry's spant een rechtszaak aan tegen Unilever over ondersteuningsverklaringen voor Palestijnen. Willem, waar gaat het over? Ja, Unilever is hoofdaandeelhouder van Ben & Jerry's geworden. Dus dat is eigenlijk het moederbedrijf. En Ben & Jerry's is dan een soort dochteronderneming. Nou, Ben & Jerry's zijn politiek geëngageerd. Die hebben ook destijds Bernie Sanders gesteund. Volgens mij is één van de twee in ieder geval van Joodse komaf. Maar zoals wel veel meer Joden in de Verenigde Staten zijn ze fel tegen het Zionistisch regime en de bezetting van Gaza. En daar wilden ze een ondersteuningsverklaring over afgeven. Alleen dat mocht niet van Unilever, want dat was natuurlijk politiek gevoelig. Oh. En racistische honden zijn niet meer welkom in parken van Wales. Dat is nodig om het land tegen 2030 racisme vrij te maken, zoals de Labour-regering van Wales heeft beloofd. In dat beeld passen geen honden. Die beginnen immers te blaffen zodra ze een niet-blanke persoon zien naderen. Ja, dit is wel een heel absurde reden om honden te gaan weren. Ja. Met andere woorden, honden worden hier weggezet als racistisch, terwijl ja.
Ja, het is wel grappig, want het is ergens waar. Het is waar dat honden eerder blaffen bij donkerder uitziende mensen. Maar ik denk niet dat die honden dat hebben aangeleerd of omdat ze een afkeer hebben van bepaalde mensen. Nee, het is gewoon instinctief kennelijk wat ze doen. En om dat dan racistisch te noemen, dat laat wel heel goed zien wat voor een waanzin we in zijn beland. Hè? Dat alles wordt geëxtrapoleerd en verdraaid. Maar er zit nog iets anders bij. Kijk, je kan geen huisdieren hebben. In de strijd tegen de huisdieren komt het natuurlijk heel goed uit. En een tweet van Inge Justa. Is dit het nieuwe normaal? Ik vroeg een apotheek om kopie doorgevaxt recept. Zag dat er stond griepvaccinatieweigenaar. Belde met de huisarts en die zei, dit is standaard bij vaccinatieweigenaars volgens assistent. Ja, ik vond het een beetje een vaag bericht. Ja, bizar, en daarom de oproep. Kijk je dossier na en staat dit er echt in? Want dit zou wel een hele bizarre zijn. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het echt is. Maar we hebben wel gekkere dingen gezien. En de Australische wet tegen misinformatie is van tafel, Willem. Er is geen kans dat deze in de huidige vorm wordt aangenomen. Goed nieuws. Heel goed nieuws. Dankzij de onafhankelijke senatoren in Australië. En ook dankzij dat er in Australië echt massaal actie is gevoerd om het bewustzijn hierover te vergroten. En dat is toch people power. He, dus op het moment dat we de schijnwerpers erop zetten, dan wordt het voor de handlangers veel moeilijker om het erdoor te duwen. Want het zijn hun handtekeningen. He. Zij zijn wel zichtbaar. Een tweet van Mark van der Vecht, minister Agema over pandemische paraatheid. We zijn gebonden aan NAVO-verplichtingen. En op 3 juni 2020 kwam er het verzoek van de USA om in NAVO-verband medische noodvoorraden aan te leggen. En wat staat er nou in dit e-mailbericht wat gepubliceerd is? Daar staat om in NAVO-verband noodvoorraden aan te leggen in relatie tot COVID-19 betreft een recent door USA geïnitieerd voorstel dat ook NAVO-stafleden heeft verrast en zal op ministerieel niveau worden besproken op 17, 18 juni. En dan wordt de vraag gesteld van ja, past het wel in het mandaat van de NAVO? En dat is een vraag die iedereen natuurlijk zich afvraagt. Hoezo bemoeit de NAVO zich met de pandemische paraatheid? Kijk, door de USA geïnitieerd. De NAVO is gewoon het paard van Troje. En het was een militaire operatie. Mensen vroegen zich af van, moeten wij ons bezig gaan houden met COVID? Jazeker, want het was een machtsgreep. En dat hebben we ook laten zien. Lees de documenten NAVO 2030 die daarop volgden. En dit was het startschot ervan. Dus de coup werd pas echt goed ingezet eind mei. En eind augustus, toen werd die vervolmaakt. Dat is allemaal wat er in 2020 afspeelde. En dit gaat een oud bericht uit 9 februari 2018 over de Rabobank die destijds die 369 miljoen boete had gehad wegens het witwassen van geld voor Mexicaanse drugskartel. Dat ging over een filiaal, ik herinner me die zaak nog, aan de grens, aan de kant van Mexico bij de grens met de VS. Ja, en als je dat weer terugkijkt, want op dit moment word je elke Nederlander moet met de billen bloot, niet alleen in Nederland, om je te rechtvaardigen als je een bedragje binnenkrijgt, want om te voorkomen dat je witwast. En dan gaat het ook vaak over lullige bedragjes. Ja, ik denk. Dat is een Rabobank. Ja, ik denk dat het vooral ligt aan, er zijn een paar van dit soort schandalen naar voren gekomen. Daar moesten ze een boete voor doen. Er zijn ongetwijfeld nog meer schandalen waarmee ze afgeperst kunnen worden. En op die manier is het hele bancaire wezen onder controle gebracht. Ja, en zo zijn ook bijvoorbeeld de ING hebben ze te glazen gehad. En zo hebben ze systematisch al die banken zijn ze afgegaan. Die lopen nu aan de leiband van de staat. En vergeet ook niet natuurlijk de invloed van destijds de steun na de bankencrisis. Hè. En daarmee is ook het banksysteem onder controle van de overheid gebracht. En de controle moet je wel even ruim lezen. Ze mogen doen en laten wat ze willen, zolang ze ook maar
de opdrachten van de overheid uitvoeren. En een brief van mevrouw Kaag, 27 mei 2021. En daarin zegt zij dat zij het, dus ze stapt uit de board, uit de board. En dat gaat over de GPMB. We hebben dat destijds ook behandeld, hè, de Preparedness Groep. De Preparedness Monitoring Board. Dat is een onderdeel van de Verenigde Naties. Dus ze had gewoon een dubbelfunctie. Ze was eigenlijk werkzaam voor de Verenigde Naties. En had een bijbaantje als minister voor Foreign Trade and Development. En op die manier heeft ze heel veel NAVO-beleid kunnen uitvoeren. Terwijl de Nederlandse belastingbetaler haar betaalt. Dit is natuurlijk onbestaanbaar. Het was al bekend, maar ik dacht, kwam nog een keer tegen. Dus laten we het nog maar eens eventjes zien. Ja, vooral die laatste zin is natuurlijk saillant van deze brief. En ze zegt dat zij de board een succes wens in het voortzetten van de inspanningen voor global preparedness als deel van een bredere commitment om to build back better. Ik bedoel, duidelijker kan je het niet krijgen. Dit zijn mensen die voor landverraad vervolgd dienen te worden. Hè? Ja. Want zij dienen een buitenlandse entiteit, terwijl zij natuurlijk de belangen van de Nederlandse bevolking had moeten vertegenwoordigen. Ja, nog wat leuke WOP-berichtjes die nu boven water komen. Eentje is van 1 november 2020. Virusontkenners proberen steunactie zorgmedewerkers te kapen. Willem, dat was een briljante actie destijds. Ja, ik zal nog steeds niet zeggen wie mij heeft getipt, maar was een van de BN'ers die werd ook gevraagd om mee te doen hieraan. En toen hebben wij daags voordat die campagne online ging, de hashtag dit is mijn zorg, maar dan de echte zorgen van de bevolking naar buiten gebracht. En wij werden virusontkenner genoemd. Het is wel grappig, want ik zit nu weer in Duitsland. Sorry, ik had geen tijd om het vlaggetje te veranderen. En ik weet nog heel goed dat Medisch Contact mij belde om mij uit te horen over deze actie. Ja. Maar je ziet op de achtergrond wat een paniek dat veroorzaakt heeft. En dat is niet de enige keer geweest. En 4 november 2020, stevige desinformatie. En oproepen op de deurmat hier in Noord-Holland-Noord. Wat kunnen we hier aan doen of tegenoverstellen? Wat doen jullie? Ook materiaal huis aan huis verspreid. En zo zie je, dat was een krachtig middel. Hè? Want op sociale media kan je digitaal gecensureerd worden. Maar dat daadwerkelijke fysieke pamfletten verdelen huis aan huis, daar hebben ze niet goed een antwoord op. En dat maakt ook, dat hebben we in Duitsland ook met Compact gezien, hè, dat de tijdschrift, geschreven media, gedrukte media, is voor hun echt een probleem. Ze hebben liever dat je lekker op internet je werk doet, dan kunnen ze dat heel makkelijk uitschakelen. Ja, dus in Nederland wordt lid van de Andere Krant en Gezond Verstand en Epoch Magazine, want dat is veel moeilijker te censureren. Zeker met algoritmes is dat niet te doen. En goed artikel van Pointer, dat is van 24 december 2020. Nederlandse, dat is natuurlijk al een contradictus in terminus, een goed artikel van Pointer. Maar Nederlandse complotgroepen zoals Viruswaarheid, Café Weltschmerz, Gezond Verstand en de artsen die in juli een brandbrief tegen de coronawet schreven, worden beïnvloed door een Amerikaanse lobbyorganisatie, de John Birch Society. Onder meer Viruswaarheid werkt nauw samen met de zogenaamde Birchers, samen met coronamaatregelen te houden. En dat blijkt uit onderzoek van Pointer, platform Authentieke Journalistiek en de Groene Amsterdammer. Ja, dat is zo'n goed artikel, Willem. Zo goed zelfs dat wij werken nauw met ze samen, maar ik had nog nooit van ze gehoord. Jij wel? Heb jij stiekem een samenwerking aangegaan waar ik niet vanaf weet? Nee, maar het grappige is dat het artikel wat over jou werd geschreven vorige week of twee weken geleden, toen werd ook weer dat beurtje aangehaald. En daar moest ik aan denken toen ik weer door die stukken aan het gaan was. Maar ja, Pointer is dus een complotorganisatie, feitelijk gezien, want dat John Birch Society, ik zou echt zeggen, kom maar met het bewijs, maar het meest bijzondere vind ik, dat nooit is gevraagd,
Waarop hebben jullie dat dan gebaseerd, dat John Birch Society? Er is nog nooit een bron gegeven. En vrijwaring huisarts van claims over werkzaamheid, veiligheid of klachten, vaccin. De Landelijke Huisartsenvereniging heeft aangegeven juridisch gevrijwaard te willen worden van claims over de werkzaamheid, veiligheid of klachten over het vaccin. VWS is hierover met WJZ in gesprek. Het voornemen is om met een algemene notitie over aansprakelijkheid voor alle uitvoerders te komen. En dan kun je zien, Willem, dit was een van onze beste acties ooit. Hè. We hebben begin januari, we hebben nog met kerst. Hebben wij inderdaad 6000 brieven gestuurd. Ik weet het nog goed. In de dansschool waren we met alle vrijwilligers fysiek die brieven aan het dichtplakken. Ja, we hebben daar heel veel plezier aan gehad. En die informatie is ook echt wel op de plek aangekomen waarvoor die bedoeld was. Want naar buiten toe had de Landelijke Huisartsenvereniging, die deed net alsof proberen ze de paniek te sussen en zeggen nee, het klopt niet, is niks van waar en die brief moet je maar weggooien. Maar het mooie is om achteraf te zien dat het intern enorme impact gehad heeft en dat zelfs zij dacht, ja maar wacht eens even, hoe zit dat? En het leuke is, later in de rechtszaak heeft het ministerie, want ik geloof dat die vrijwaring is er nooit gekomen. En de advocaat van Pelsrijke heeft in onze rechtszaak over die spuitjes bevestigd. Inderdaad, de huisarts blijft aansprakelijk voor de informed consent verplichting. Dus is er fout gemaakt in de toediening of is er geen informed consent geweest? Ja. In een video doet een man vol verbazing zijn beklag over de coronamaatregelen in Nederland. En volgens die man zou de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, mensen die zich niet aan de regels houden willen opsluiten. En er zouden al 250 mensen overleden zijn bij 100.000 prikken. Nou, dat gaat zo even verder, maar dan is er een beoordeling geweest. Ja, die beweringen van een man kloppen niet. Er zijn nog maar 15 meldingen van overlijden na vaccinatie. En dan hebben we het over 4 februari. En dit vind ik het bizar. Ben je factchecker en dan zeg je ja, die man overdreef mogelijk, want het waren maar 15 dodelijke slachtoffers. Wat is er mis met je dat je dan niet aan de bel trekt? Nou ja, als je een beetje als je niet aan geheugenverlies leidt, zoals de Nederlandse media, dan had je even teruggekeken naar de Mexicaanse griep. Toen werd de hele campagne onmiddellijk stilgelegd en de toediening geschorst nadat er een aantal meldingen waren van zware bijwerkingen. Er was niet eens sprake van overlijdens. En nu is de eerste maand 15 overlijdens. Jongens, fake news, niks aan de hand, het zijn er maar 15. Het doel van de NCTV is fenomeenstudie. Waar praten ze over? De taken zijn echter breed, niet goed afgebakend. Het signaleren van trends in en algemene duidingen van dreigingen ter attentie van de nationale veiligheid. Omdat de taken van de NCTV, dit is de belangrijkste zin, anders dan de politie en de inlichtingendiensten niet bij wet zijn vastgelegd, maar in de interne organisatieregeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ontbreekt een expliciete formele wettelijke grondslag. Zonder expliciete wettelijke grondslag zal een taak waarbij persoonsgegevens worden verwerkt altijd betwistbaar blijven. Dit is eentje die zouden we iedere week moeten herhalen. Het laat zien met wat voor een misdadiger. We hebben gewoon te maken met met georganiseerde misdaad. En die noemt zich NCTV, want ze bestaan ook officieel niet. Hè. Dit is geen officiële organisatie. En zij weten dus dat ze misdrijven plegen, want ze weten ze mogen geen informatie, persoonsgegevens verwerken volgens de AVG. Ja, het is een hele bijzondere criminele organisatie die dus een extreme zelfbewustzijn heeft over wat ze dan wel of niet moeten opschrijven. En dan zijn er heel veel mailtjes over de juridische grondslag. En dan zeg je dan, ja oké, maar hebben ze het dan ook fout gedaan? Dan hebben we nog een paar voorbeelden. Ja, we gaan hier een aparte uitzending over maken, want het gaat te diep en te uitgebreid om dit heel lang hier te behandelen. Maar ik vind het wel belangrijk dat we dat blijven herhalen. De NCTV is de Stasi. We hebben te maken met een criminele organisatie die een staatsgreep, een machtsgreep gepleegd heeft en feitelijk Nederland regeert. Daar komen we straks nog op. Ja. Daar komen we hierop. Ja, dus ja. Ik was aan het grasduinen in een van de WOP-stukken bij de NCTV. En toen
zag ik de WhatsApp-gesprekken. En die ken ik, want ook was Dylan actief aan het WhatsAppen in mijn eigen strafzaak. Maar dan zie ik hier van waarschijnlijk Pieter-Jaap Albersberg op hele informele manier. Dag Dylan, volgende brief. Dag Dylan, goedemorgen Dylan. En wat valt dan op? Elke dag 9:46, 9:46, 9:44. Dus er was een werkwijze. De hoofd van de NCTV, die instrueert elke ochtend het minister van Justitie en Veiligheid. Dit laat ten eerste zien dat het poppetjes zijn. Hè? Dus dat zijn talking heads, die hebben, die hoeven niks te weten, want ze krijgen gewoon het draaiboekje voor die dag elke keer voorgeschoteld. Dit gaat dan over een datalek. En dan wordt er op vrij detailistisch niveau aangegeven van dit gaan wij doen, dit moet je zeggen, et cetera. En die laatste, daar wil jij nog wat over zeggen, volgens mij. De laatste, even kijken hoor. Wat, oh ja, dat gaat namelijk. Er is vanuit BZK gewerkt aan een Kamerbrief vandaag, die vandaag uitgaat vanuit de staatssecretaris. In deze brief staat ook passages over de respons, inclusief de rol van de NCSC. Deze informatie is afgestemd met het NCSC. Nou, wat dit laat zien, Willem, is dus dat de NCTV de hele regie in handen heeft. Hè? Waarschijnlijk zowel de Kamerleden als de regering. Ook de Kamerleden worden waarschijnlijk van dag op dag gebriefd van dit is jouw tekst voor vandaag, ga jij dat maar voorlezen. En de minister, staatssecretarissen, de regering, NCTV is de Nederlandse regering, kan je dat zo zeggen? Of, dat is een schaduwoverheid. Hè? Het is echt, ja. Zij bepalen precies wat er gebeurt en zij regisseren dus ook dat toneelstuk in de Tweede Kamer. En je ziet ook, ANP heeft vragen aan de Kamer gesteld. Daarop komen vandaag antwoorden. Hè? Dus de NCTV die heeft ook de crisiscommunicatie. Hoe heette dat ook weer? De NCC. NCC, precies. Dus zij, de hele regie, het hele beleid, het hele landsbestuur, dat hebben we ook met COVID gezien, is in handen van de NCTV. En als wij het hebben over dat de Kamerleden en de regering, de ministers, noem maar op allemaal, dat dat trekpoppen zijn, die niets anders doen dan, ze zijn waarschijnlijk gecast op hun theater en hun toneelspelcapaciteiten, verder zijn ze niets. Hier zit de echte macht. Die Albersberg. En ik verbaas me nog steeds dat Albersberg geen katholiek is. Hè? Want hij is, meen ik, van de Pinkstergemeente. Hij gaat iedere week braaf naar de kerk. Maar hij hoort veel beter thuis in de katholieke kerk. Daar kan hij namelijk regelmatig even biechten voor zijn zonde. En dan kan hij een aflaat doen. En dan is hij weer vrij van zijn zonde. Dus ik vraag me altijd af hoe dit soort mensen, hoe die met zichzelf kunnen leven. Ja, maar, ja. Dan gaan we naar de volgende. Want we zijn nog niet klaar. Wat is hier nou zo opmerkelijk? Je hebt het wel eens vaker over het RIEK gehad. En hier gaat het over het RIEK-IS. Nou, dit is leuk. Want ik heb namelijk met jouw broer, zijn we hier al jaren mee bezig geweest om informatie over boven water te krijgen. En het is leuk om nu al die interne communicatie te vinden over het RIEK. En dan gaat het hier over de privacy risicoanalyse die elke entiteit die persoonsgegevens verwerkt op grote schaal, moeten zij die privacy assessment maken. Nou, wat is dat? Dat is om in kaart te brengen, wat zijn de risico's, wat zijn de gevolgen, noem maar op. En als we dan zien, kijk, hier staat in deze staat, ik heb de verwijzingen naar FileShare en RIEK-IS. RIEK-IS is RIEK informatiesysteem eruit gehaald. Ik dacht het is goed om het systeem neutraal op te stellen. Nou, wat is hier zo saillant aan? Wij hebben van een insider een keer de handleiding van het RIEK-IS toegespeeld gekregen. Nou, wat zagen we daarin? Dat RIEK-IS die zet de hele AVG opzij. Elke wettelijke verplichting wordt daar letterlijk verkracht. Zo worden data onbeperkt opgeslagen. Er zit geen einddatum aan. Waarom is dit nou zo saillant? Men wil dus niet die aandacht richten op RIEK-IS. Dit is echt een Stasi-computersysteem waar
alles over iedereen wordt opgeslagen. En reken er maar op dat iedereen die wel eens een demonstratie heeft bijgewoond, die informatie die wordt daar opgeslagen. Die valt onder het ministerie van Justitie, daar draait die server. Want we hebben ook al geprobeerd om daar beslag onder te leggen. Om die data in handen te krijgen, die ze dan over ons hebben opgeslagen, is destijds natuurlijk niet gelukt. Maar het laat zien, we hebben hier te maken met georganiseerde criminaliteit. Ja, dus die heel erg bewust zijn wat gevoelig kan liggen. Dus van, ja, deze misdaden, daar moeten we niet te veel aandacht voor geven. En dit is dan Openbaar Ministerie, Parket-Generaal. We komen dadelijk terug dat er eigenlijk geen verschil meer is. Hè? Het OM en de NCTV zijn samengesmolten. Ja, en dit komt uit het rapport dat gaat over de wet gegevensdeling samenwerkingsverbanden die door de Eerste Kamer is aangenomen ook. Dit is een heel kritisch rapport. Is een beetje hypocriet, want ik heb jarenlang geprocedeerd bij de autoriteit persoonsgegevens, klacht na klacht ingediend. Maar let op wat het RIEK gebeurt. Wat daar gebeurt, kan eenvoudigweg niet. Nou, zij kwamen met een rapport wat echt wel flink kritisch was, maar ook daar weer binnen de kaders blijft van het narratief, dat het wel een goed iets is, het RIEK. Wat een van de grootste bezwaren is, wat ik ook steeds heb aangevoerd, is dat er geen rechtsbescherming is. Want in strijd met de verplichtingen van de AVG doet het RIEK nooit mededeling dat jij onderwerp bent van onderzoek en dat jouw gegevens verwerkt worden. En wat staat hier? Zo is het. Daarbij komt dat er feitelijk weinig transparantie bestaat en ook de rechtsbescherming feitelijk beperkt is. Zo is het voor een individuele burger onmogelijk om te verifiëren welke gegevens er over hem of haar worden uitgewisseld, waar die informatie terechtkomt en welke gevolgen dat heeft. Dat maakt het onder meer moeilijk af te dwingen dat onjuiste data in de informatieketen worden gecontroleerd en gecorrigeerd. Met andere woorden, men heeft de AVG opzij gezet. Sterker. Wat we hier zien is dat men probeert de indruk te wekken, legitimiteit te creëren door te doen alsof je de AVG volgt. Maar de AVG is ontworpen om te voorkomen dat zoiets als het RIEK ooit kan ontstaan. Dus dat je een machtige overheidsentiteit hebt die alle informatie bij elkaar brengt en daar allemaal logaritmes op. Dus een doelgebondenheid van die informatie. Hè? Dus die is vrijelijk voor elk orgaan beschikbaar. Ja, en die doelgebondenheid die hebben ze omzeild. Hè. Ze proberen alles te omzeilen. Hoe hebben ze dat omzeild? Zeggen ze ja. Kijk, als je bijvoorbeeld gegevens afgeeft aan de Belastingdienst, dan mogen die gegevens alleen gebruikt worden om te toetsen of er sprake is van juiste belastingheffing. Niet om te onderzoeken of jij misschien een crimineel bent. Als de Belastingdienst concrete aanwijzingen heeft dat jij crimineel bezig zou zijn, horen ze daarvan gewoon melding te maken bij het OM. En die hebben verder de taak om criminaliteit op te sporen. Dat heeft niet de Belastingdienst. Nou, wat zegt nou het RIEK? Nou ja, dat klopt wel, maar elke overheidsinstantie heeft een onderliggende taak. Dat is namelijk het opsporen van en tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Een totaal fantasieverhaal. Hetzelfde, ja, ik heb hem niet vermoord, ik heb alleen zijn leven beëindigd. Hè? Dus dat is iets heel anders. En zo zie je dat overal. Men probeert tussen die definities, men probeert daarmee te spelen. En dat gaan we ook zo meteen zien. Ja, deze vond ik heel interessant. Die komt ook nog uit het rapport van de autoriteit persoonsgegevens. Ik zal even citeren wat hier staat. Ten eerste, na het oordeel van de AP, autoriteit persoonsgegevens dus, brengt de onschuldpresumptie in de hiervoor weergegeven opvatting juist mee dat een duidelijk en objectief startpunt op basis van voldoende aanwijzingen wordt vereist om persoonsgegevens binnen het verband te brengen, omdat anders in beginsel iedere burger het risico loopt zonder goede grond door de mangel van de samenwerkingsverbanden te worden gehaald. Nou, wat is hier nou zo jant aan? Kijk, het AP had het bestaan van de samenwerkingsverbanden in algemeen moeten veroordelen en zeggen dit kan eenvoudigweg niet. Maar wat zeggen ze hier? Ja, die samenwerkingsverbanden die mogen dat wel doen, maar we moeten wel zeker zijn dat we de juiste burgers door de mangel halen. Met andere woorden, het is prima dat je ze door de mangel haalt, maar je moet wel eerst even goed kijken wie je door de mangel haalt. Nou, dat is helemaal niet de taak van de overheid om burgers door de mangel te halen. Precies, ja. Dit is buitenrechtelijke straffing. Hè? Dit is eigen richting. Wat hier staat is dat het AP
op de hoogte is dat overheidsdiensten buiten de rechtspraak en buiten de strafrechtketen om burgers straffen en mangelen zelfs. Denk even aan de toeslagenaffaire. Dat is waar we het over hebben. Door de mangel halen, ook zij zijn door de mangel gehaald door samenwerkingsverbanden. Kun je nog herinneren die discussie van ja, de strafwet en die geving, die is te veel waarborgen voor de verdachte. Daar moeten we toch van af en we kunnen zo weinig. Nou, dat, waarom deden ze dat? Hiervoor. Het omzeilen van al die waarborgen die onze wet biedt als jij verdachte wordt. Er moet eerst sprake zijn van een redelijke verdenking. Dan pas mag een overheid met jou aan de gang gaan. Daarvoor moeten ze je met rust laten. En dat heeft men hier helemaal opzij gezet. En nogmaals, het Riek gaat veel verder nog, want zij pakken ook ongewenst gedrag aan. En lees bijvoorbeeld mensen met ongewenste meningen. We hebben hier te maken met een hele gevaarlijke schaduwoverheid die burgers zonder wettelijke grondslag door de mangel haalt. Dit was ook een hele saillante. Waarom is dit saillant? Dit gaat over nationaliteit. Bij het Riek, als zij op een gegeven moment de risicoanalyse doen, het gaat over een signaaldocument. Bijvoorbeeld, ik heb dat signaaldocument van Fort Oranje wel eens getoond in verschillende uitzendingen. Dan komt dat te staan. Ja, die Willem Engel, ik weet het zo niet, maar ik zie hem toch regelmatig s'avonds na één uur nog naar buiten gaan. En dan gaat hij naar een onbekende plaats toe en dan komt hij 2 uur later weer terug. Het is misschien niets, maar het zou wat kunnen zijn. En dan moet er ook ingevuld worden, wat is de nationaliteit? Want ook dat wordt gebruikt als een criterium of jij misschien met verdachte zaken bezig had. En dan komen we hier ook weer bij de toeslagenaffaire. Wat was het criterium wat daar gebruikt werd? De nationaliteit. En wat staat er dan? Dus men kwam erachter door de kritiek van de autoriteit persoonsgegevens dat dat niet mocht. Het is er ook uitgehaald uit het formulier, maar tevens werd gezegd door de Belastingdienst, jullie moeten ook al die oude gegevens gaan verwijderen. Nou, wat zeggen ze dan? Ja, de landelijke werkgroep GB Riek, ten aanzien van het verzoek van de Belastingdienst aan het Riek met betrekking tot de terugwerkende kracht verwijderen van deze persoonsgegevens geadviseerd om eerst de uitvoerbaarheid en juridische noodzaak te onderzoeken. Dus even, wat staat hier, Willem? Hier staat, ja, we hebben onrechtmatig gehandeld. We hadden die gegevens niet mogen verzamelen. Maar we gaan eerst onderzoeken of er een juridische noodzaak is om deze te verwijderen. En met andere woorden, men gaat hier een tussencategorie creëren. Het is juridisch niet juist, maar er is geen juridische noodzaak om ze te verwijderen. Wanneer bestaat die juridische noodzaak dan? Ja, en zo gaat het maar door. Ja, en het bijzondere hieraan is dat dit dus mensen van het OM zijn. Die zijn eindverantwoordelijk voor het Riek en het Liek. Dus die weten dat het onrechtmatig is. Dat is al vastgesteld. Ze moeten dat corrigeren. Maar zeggen ja, maar dat willen we eigenlijk niet doen. En dit geeft aan dat ze bewust zijn van de misdrijven, maar dat ze er vooral mee doorgaan. Ja, we herkennen dat van de NCTV. Toen hebben we ook gezien, ja, moeten we doorgaan? Er zijn 3 opties. De wet volgen, stoppen. Wat hadden ze nog meer? Creëren. Als of niet gewoon doorgaan en kijken of we ermee wegkomen. Ja, nou, dat is een overheid die op deze manier te werk gaat, is het spoor al lang bijster en zit al lang op het spoor van georganiseerde criminaliteit. En deze vond ik ook zo prachtig, want het laat zien wat een verrotte mentaliteit onze bestuurders tegenwoordig hebben, onze ambtenarij. Voor wat betreft de opmerking over de nationaliteit lijkt me goed zoiets dergelijks mee te geven aan de Rieks. En dan komt het, ik zou alleen proberen zo dicht mogelijk bij de wet te blijven. Alleen proberen zo dicht mogelijk bij de wet te blijven. Ja, meneer de agent, ja, ik reed wel 120, maar ja, ik heb geprobeerd zo dicht mogelijk bij de wet te blijven. Dus dan is het toch wel goed, toch? Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Knettergek, dat dus mensen, juristen die bij het OM werken, dit opschrijven. Het is bijna niet voor te stellen. Als overheid dien je gewoon aan de wet houdt. Dat is de basis van de rechtsstaat. Een overheid die zich aan de wet houdt. Punt. Er is geen tussenruimte. Mag het niet, dan
kan het niet. We zien hier dus een totaal ontspoorde overheid die tot een monster is. En dus moet je tot de conclusie komen, ondermijnende criminaliteit is inderdaad een heel groot probleem. Als de overheid het zelf doet. Precies, want dat is ook daar moet je alles omdraaien. Zij zijn de ondermijnende criminaliteit. Ja, en daarmee komen we bij internationaal. Een tweet van Donald Trump. En deze tweet is van 17 november. En hij zegt, we komen bij de verjaardag van COVID. En als je nog herinnert, onder president Trumps leiderschap hebben we een ongelooflijk goede publieke gezondheidsbeleid gehad. President Trumps een nooit eerder geziene creatie van operatie Warp Speed was, die hebben we nooit eerder gezien. Dus er wordt nog steeds opgeschept door Donald Trump over zijn prestaties die prikjes zo snel op de markt te krijgen. Ja, en dat is echt... Met de lockdowns. Je krijgt daar een heel onaangenaam gevoel bij. Kijk, als je dan al niet bereid bent om de afstand van te nemen, houd in ieder geval je mond erover. Dan kun je in ieder geval nog laten denken van, nou, weet je, hij heeft er misschien achteraf spijt van. Maar hij zit er nog steeds voor op de borst te kloppen. Dus mensen, ik zie dit als een teken van hoe blij moet je zijn met Trump. En Ron Paul, die is mogelijk de nieuwe voorzitter van Homeland Security Committee. Nou, ik vind het op zich een goed nieuws, want ik kijk vaak naar Ron Paul en hij doet het meestal heel goed. Maar Willem, welke maar zit hier aan? Nou, ik weet niet of het een maar is. Ik ben er nog steeds positief over. Alleen er zijn wel andere dingen die misschien minder zijn. Dan gaan we naar de volgende. We hebben nog een paar van die committees. Dit gaat over een FDA herindeling of herprogrammering. En daarbij stelt diezelfde Rand Paul voor om dierproeven af te schaffen en het gewoon maar met computermodellen af te doen. Ja, dan krijg je een beetje zoiets van, maar ik dacht dat Rand Paul toch juist een arts was en wist wat de relevantie en noodzaak hiervan is. Dus het is heel goed mogelijk dat er allemaal mensen worden aangesteld die juist de weg vrijmaken voor nog meer roofkapitalisme. Deze is ook opmerkelijk. Dit is dan Scott Bessent. Die wordt een proefballonnetje opgelaten om te kijken of die als minister van Financiën zou kunnen fungeren. Maar die komt uit het kamp van Soros. Ja, dat is misschien niet de beste. Dat zijn niet de beste credentials. Ja, en hij heeft dus ook een groot hedgefonds opgericht. En dus hij komt ook uit de miljardairshoek. We gaan er dan nog een. En dit is misschien wel de meest dubieuze. Mike Rogers, die zou dan de FBI gaan leiden. Maar die was co-founder van de Never Trump Groep. En hij heeft actief gewerkt aan dat programma, waar de Nederlandse veiligheidsdiensten dus ook hebben meegewerkt, aan de Russia Collusion hoax. Ja, ik vind het een hele rare. Waarom zou je zo iemand aanstellen om de onderste steen boven te halen? Dan moet hij zichzelf toch gaan aanklagen zo? Ja, we gaan de deep state aanpakken. En wie doe je? De handlangers van de deep state maak je tot, neem je op in je ministersploeg. Ja, we gaan het zien, Willem, de eerste 100 dagen. VS geeft Oekraïne toestemming voor gebruik van lange afstandse raketten in Rusland. En dat schrijven de Amerikaanse media. Nou, ik meen dat inmiddels ook de eerste raketten zijn afgevuurd. Willem, wat denk eventjes, jij? Ja, dit gaat vooral over financiën. Dus nog eventjes de war machine flink veel geld toestoppen, want Trump moet het beëindigen. Ik zie niet een escalatie naar Wereldoorlog 3 erin. Ik zie veel meer in de zakken vullen of de burger beroven.
Ja, want ik zag Flint alweer roepen van ja, de derde wereldoorlog komt eraan. En Poetin die riep nog maar weer een keer, ja, we gaan voor kerst gaan we nucleaire oorlog hebben. Ik denk dat het niet alleen een zakvullen is, ik denk ook dat het weer een angstcampagne is, hè. Mensen moeten weer even terug in hun hok, even weer flink bang maken. En wat is nou een beter middel dan mensen angst aan te jagen voor nucleaire oorlog? En ik denk zelf, mijn inschatting, ik kan het fout hebben. Ik denk dat we daar niet zo bang voor hoeven te zijn. Ja, wel, wat is dit over Ja. Libanon? Ja, dit is waar veel mensen voor vreesden met een verkiezing van Trump. Trump wil waarschijnlijk wel Oekraïne beëindigen of het conflict daar, maar het Midden-Oosten, dat is een beetje zijn blinde vlek, of misschien wel de reden waarom hij president mocht worden. Er wordt flink doorgegaan, niet alleen in Gaza, maar ook in Libanon, om nog eventjes alles plat te bombarderen. Ja, en de rol van de Verenigde Staten in het oorlog voeren is natuurlijk bekend. Maar zeker als het gaat over Oekraïne, dan zijn de Britten denk ik nog fanatieker en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor die honderdduizenden doden die daar zijn gevallen. Ja, dit is een Oekraïense parlementslid. Die is de gevangenis ingevlogen omdat hij pleitte dat Zelensky moest maar een dialoog beginnen met Poetin. En hij is nu voor landverraad aangeklaagd. Nou, dit is natuurlijk weer, in een democratie is het belangrijk dat je met één stem spreekt, hè? Dat hebben we ook gezien bij Pieter Klok van de Volkskrant. Gewoon heel belangrijk, want meer meningen, dan krijg je verdeeldheid. Ja, Dus we maar moeten heel dit goed. is. Ja, en het laat ook goed zien hoe een democratie werkt. Hè? Parlementariërs die oppositie voeren, die kunnen een andere mening hebben. Maar als die andere mening niet bevalt, dan moet je ze wel arresteren. En natuurlijk is Oekraïne een veel verder gevorderde democratie als wij. En daarom is ook waarom we daar oorlog voeren. Daar snappen ze gewoon dat je parlementsleden ook gewoon gelijk moet arresteren als ze ongewenste zaken vertellen. Ik bedoel, in Nederland houdt men er nog bij, vervolgingjes, en dan krijgen ze geldboete. Maar gewoon in de gevangenis, een echte democratie, gooit parlement, onwillige parlementsleden gewoon in de gevangenis. Dus stuur nog maar wat geld naar Oekraïne, want het is voor een goed doel en het is voor de redding van de democratie. En in de Verenigde Staten die heeft gestemd tegen, die heeft geveto'd tegen een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN, die eiste dat er een onmiddellijke staakt het vuren in Gaza en alle vrijlating van alle gijzelaars zou worden. Heeft voorkomen dat die zou worden aangenomen. Dat laat zien hoe de VS erin staat. Daar moet flink doorgeëscaleerd worden en Gaza, de genocide, moet vooral niet gestopt worden. Ja, en je ziet ook die release of all hostages. Israël geeft geen zier om die hostages. Dat is alleen maar de prerogative. Ze mogen allemaal doodgaan zolang ze maar door kunnen bombarderen. Dat is het beleid van Israël. En een bericht van NOS Nieuws: het strafhof vaardigt arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, Gallant en Hamas-leider. Ja, de ICC die heeft de geloofwaardigheid volledig verloren. Hè. We hebben maar het is wel de eerste keer dat tegen zogenaamde westerse leiders een arrestatiebevel uitgevaardigd wordt. Wat Ja, denk jij en hiervan? nou, Nederland heeft al gezegd, ja, we zullen dit wel volgen. Dus inderdaad, als Netanyahu naar Nederland zou komen, zou die moeten worden gearresteerd. En dat zijn, ja, een beetje opvallende dingen. Ja, aan de andere kant, Ja. de president Herzog mag hier dan wel komen, want daar staat geen arrestatiebevel tegenover. Kijk, en vergeet niet, dan moet de ICC wel snel zijn, want zodra Netanyahu premier af is, zit hij in Israël al in de gevangenis, want hij moet zich daar ook nog verantwoorden voor misdaden van oplichting. Wat was het allemaal? Verduistering, in ieder geval van meerdere strafbare feiten. En een Deens schip. Heeft een Chinees vrachtschip Yiping geënterd. En heeft ontdekt dat het twee onderzeese kabels in de Baltic Sea zou vernietigen.
Nou, Wat denk dat je is dan? het onderzoek natuurlijk. Hè? Er is nog Ja, geen bewijs gevonden. Zou vernietigen. Nee, zou vernietigen. Het schip heeft Ja. gedaan. Ja, ook dit. Het is weer alle verhoudingen op scherp stellen. En ik zeg niet, misschien heeft China het wel gedaan. Misschien heeft Rusland het wel gedaan. Maar hoe haalt de Europese Unie en de NAVO het in hun hoofd om hier nog over te klagen? Je bent constant een oorlog aan het uitlokken. Heel triest dat de burger hiervoor moet betalen en dat ze erbij wordt betrokken. Ja, en de prijs van levensmiddelen is 45% hoger geworden. En dat gaat over Duitsland. Hè? Ja, het laat zien, Wilm, dat zou officieel zou het 1,8% verhoogd zijn, de prijs, volgens de officiële getallen. Maar het blijkt dus 45% duurder geworden. Ik heb het zelf ook al gezien in Duitsland. Duitsland was vroeger echt heel goedkoop om in de supermarkten om in te kopen. Inmiddels zijn de prijzen geëxplodeerd. Mensen verarmen massaal. Zo zie je, worden aan alle kanten worden geplukt. Met hogere prijzen, hogere belastingen, hoger alles. Ja. En Spanje geeft bijna 1 miljoen illegale immigranten een verblijfsvergunning. En dat is een bericht van NOS Nieuws. Het gaat om 300.000 mensen per jaar in 2025, 26 en 27. En het is de bedoeling om de beroepsbevolking te laten groeien. De Spaanse economie is de snelst groeiende, maar de bevolking vergrijst. Nou, ik betwijfel of het is... Nou, wat zegt dat überhaupt, de snelst groeiende? Dat ze de minst krimpen? Is dat de snelst groeiende tegenwoordig? Ik weet het niet. Zeker. Maar het gaat... Ja. Nou ja, wat dit laat zien is dat je de replacement migration, ook wel omvolking in het Nederlands, dat mocht je niet zeggen omdat dat officieel beleid is, maar dat is natuurlijk een beetje gevoelig. Spanje komt nu in ieder geval gewoon openlijk ervoor uit, wij willen omvolken. Nou, jij had er een hele mooie term voor bedacht, hè, met Sint Lucassen. En jij had gezegd staatsgestuurde volksverhuizingen. Ja, was dat een volksverplaatsing? Volksverplaatsing, ja. Ja, dus als term voor mensen die het woord niet mogen uitspreken van omvolking. Dan hebben we daar een alternatieve term voor. Maar dat is natuurlijk een kul verhaal. Ik denk dat er maar weinig van de mensen die binnengehaald worden opgeleid zijn om überhaupt werk te doen. En voorlopig krijgen ze meestal gewoon staatsondersteuning. Ja, de voormalige hoofd van de NATO, Stoltenberg, die gaat naar de Bilderberggroep. Wat een verrassing, zeg. Wat een overstap. Of is het eigenlijk bijna dezelfde positie? Of zat hij daar mogelijk al? Ik weet het niet. Wat denk jij, Willem? Ja, het is een steeds kleiner wordende cast. Hè? De acteurs bevallen kennelijk goed. En die worden rond in het carousel rondgereden. En Denemarken komt als eerste land met belasting op de uitstoot van vee. De regeringspartijen die zijn het over eens, hè, dat de uitstoot van broeikasgassen door vee belast gaat worden. En de belasting moet vanaf 2030 ingaan, en letten we op weer 2030, en bijdragen aan de verduurzaming van de Deense landbouw. Nou, die landbouw die wordt straks heel erg duurzaam. Ik denk dat het de duurzaamste landbouw wordt in de wereld. En dat zijn namelijk stallen zonder koeien. En stallen zonder dieren. En student krijgt dreigende boodschap na simpele vraag aan Google AI chatbot. Mens, sterf alsjeblieft. En dan gaat het over een doctoraatstudent in Michigan. Die een vraag stelde aan Google Gemini. En de student riep de hulp in van de bot voor onderzoek naar de uitdaging in het leven van ouderen. Maar in plaats daarvan de dreigende boodschap. Je bent niet speciaal, je bent niet belangrijk, je bent een last voor de samenleving. Ja, Willem, wil je daar nog iets over zeggen? Nou ja, het laat zien dat AI natuurlijk heel erg gestuurd wordt. En dit is de propaganda. Alleen normaal wordt dat dan in kleurtjes verpakt en met mooie doelen als geen armoede, et cetera. Alleen AI is nog een leermodel, hè? Die zegt soms hetgene dat niet uitgesproken moet worden. Dus als op een gegeven moment mensen met zelfmoordplannen zich uiteindelijk in een wanhoop te raden gaan bij AI, krijgen ze gewoon het advies, ik hak de knoop door en doe het nou eindelijk. Ja, en dan waarschijnlijk een stappenplan hoe dat het efficiëntste kan.
Hoogleraar over Nederland in 2021. Blauwe Randstad en drijvende wijken in zee. Dat je water toelaat is onvermijdelijk. Nou, we hebben net een bericht gehad over Oosterschelde werken, de zeewering. Nou, Jan Rotmans vindt dat een goed idee. We moeten het debat daarover openen dat de Randstad verandert. En dan komt er een groen-blauwe metropool met omdijkte historische steden. Nou, dit soort flauwekul wordt al heel lang gepropageerd. Hè, maar natuurlijk totale nonsens. Alleen maar om die agenda toch nog een beetje een push te geven. Dus laten we maar beginnen met de zeeweringen op te heffen. Dan kunnen we vast eilandjes creëren. Ja, de politie heeft bij Van Semokro 150 mensen een laatste waarschuwing gegeven vanwege het bezit en verspreiden van kinderporno. En tijdens huisbezoeken, soms in het bijzijn familieleden, kregen ze te horen: stop met het downloaden van kinderporno, als het toch een keer gebeurt, word je gearresteerd. En dit is waarom belangrijk bericht. Ja, we gaan nu een paar zaken langs die kennelijk belangrijker waren dan mensen waarvan vaststaat dat ze de wet hebben overtreden, waarvan de identiteit en de woonplaats kon worden achterhaald, waar de bewijslast al rond was. Maar ze kregen nog een extra kans, want kennelijk was er te weinig capaciteit om het allemaal tot rechtszaken te brengen. Dat is ook logisch als je kijkt naar waar het OM zich mee bezig moet houden. Ja, en dat is, dan hebben we het natuurlijk over de uitspraak van tegen Jan Bonte, die voor smaadschrift 40 uur taakstraf heeft gehad, waarvan 20 voorwaardelijk, en betalen van een schadevergoeding van 3000 euro. Nou ja, Jan Bonte heeft ook echt bond gemaakt, want hij heeft namelijk een Kamerlid die opgestapt is vanwege het rotzooien met minderjarige jongetjes. Die heeft hij het aangedurfd om hem pedofiel te noemen. Nou, schande Jan Bonte dat je dat gedaan hebt, om een pedofiel een pedofiel te noemen. We hebben natuurlijk de zaak al besproken, de zitting, en nu is het vonnis. Gisteren of eergisteren kwam die uit. Er staan nog een paar opmerkelijke dingen in. 1, mediaplatform Twitter, nou inmiddels heet het X. Helaas kan je een vonnis niet ongeldig verklaren met zulke soort schrijffouten. Maar normaal zeg je, als je politicus bent, ja, dan moet je meer kritiek te verduren hebben. Maar hier... Ja, nee, het is zelfs zo dat de jurisprudentie van het Europese Hof zegt dat als politicus moet je de meest vergaande schofferingen moet je je laten welgevallen. En alleen directe oproepen tot geweld, gaat over de grens. Maar je moet als politicus moet je een olifantenhuid hebben. Maar deze rechters hebben daar een andere mening over. Kijk, want je hebt niks in de politiek te zoeken als je geen olifantenhuid hebt. Dan moet je gewoon, als je een snowflake bent, blijf lekker thuis zitten. Dan ben je ook veilig voor dit soort uitingen. Maar wat zegt nou die rechtspraak? Die zegt, ja, een politicus oefent een publieke taak uit. En moet enerzijds zekere mate van kritiek kunnen accepteren. En anderzijds een functie ongehinderd kunnen uitoefenen. Ja, maar Willem, welke is nou van die twee? Ja, maar dan gaat het verder. Ja. Het moet zakelijk zijn dat het beschermd wordt tegen beledigende uitspraken. Nou, dat is dus echt gelogen. Daar is heel veel Europese jurisprudentie over dat dat niet zo is. Dus zeker hoger beroep, alleen al op dit stukje. Maar dan komt het delict is kwaad noemen, aangezien het leed heeft veroorzaakt bij het slachtoffer. Maar wacht eventjes. Niet ter discussie staat dat Sidney Smeets wel degelijk indecent behavior heeft vertoond. En of die ook tot de fysieke daad is overgegaan, dat laten we even in het midden. Maar dat hij over de schreef is gegaan en daarmee leed heeft veroorzaakt bij de slachtoffers, dat is allemaal gedocumenteerd. Dat staat helemaal niet ter discussie. Dat is de reden waarom hij is ontslagen bij het advocatenkantoor, waarom hij moest terugtreden uit de Tweede Kamer. Maar dit leed, het leed van de pedofiel zelf, is dus veel ernstiger. Althans, dat, ja, maar dat is ook heel ernstig. Ernstig. Ja, nee, maar dat is ook zo, Willem. Hij leidt echt hieronder, want al die jongens en kindertjes die probeert te groomen, die zeggen, hey, ben jij Sidney Smeets? Ben jij niet die man die zojuist waar die rechtszaak over ging? Dus ik denk dat hij veel moeite heeft op dit moment met het groomen van jongetjes. Zijn potentiële visvijver is verkleind. Dat leed bedoelt hij dan waarschijnlijk. Want we komen dat denk ik. Op dat leed.
Dat wordt dan in geld uitgedrukt. Dan gaan we naar de volgende. Ja, hij vindt dus een taakstraf passend en zal een deel van de taakstraf voorwaardelijk opleggen, gelet op de ernst van het onderhavige feit en dan hem ervan weerhouden om in de toekomst dergelijke feiten te plegen. Een contactverbod voor 5 jaar en die voorwaardelijkheid van 3 jaar, dit zijn wel hele, ja, ik denk dat dit dichtbij een poging tot doodslag komt ongeveer deze straf. Nou, kijk, dit gaat natuurlijk om de mondsnoeren van critici. En dit zijn twee dingen. Het gaat niet alleen over Sidney Smeets. Het gaat ook over de D66. En ik denk dat zo'n rechter ook bang is dat hij straks betrapt wordt. Dat hij samen op het feestje zat met Sidney Smeets. Ik alleen maar hypothetisch, hè, voor de duidelijkheid. Ik zeg niet dat het zo is. Ik wil hier niemand beschuldigen, maar het zou zomaar kunnen. Hè. Alles is mogelijk. En als we dan kijken, wat zijn nou de richtlijnen voor dit soort overtredingen? Nou, dan ga je kijken naar smaadschrift, dat is je tweede, want het is geschreven. Ik denk dat ze die genomen hebben. Dan is bij een eerste overtreding is een geldboete van €350. Kijk, is het een slachtoffer, als je kijkt bij strafverzwarende omstandigheden, dan kijk je bij slachtoffer, als het een ambtenaar of een gezagsfunctionaris is, bijvoorbeeld een journalist, kan dat leiden tot een strafverzwaring van 200%. Maar daarvan is hier geen sprake. Sidney Smeets is geen gezagsdrager en is ook geen ambtenaar. Hij is ook niet echt een politicus. Hij is alleen maar lid van de D66 op dit moment. Ja, dus discriminerend is het ook niet. Dus geen van de strafverzwarende omstandigheden zijn in vragen. Dan kijk je een first offender, een boete van €350. That's it. En wat ik dan niet begrijp, en daar wil ik toch even kritiek hebben op de advocaat die Jan Bond op dit moment adviseert. Die zegt, ja, ik weet niet of je in hoger beroep moet gaan of daar veel bij te winnen is. Alleen al op dit punt zou je in beroep moeten gaan. Hoe bedoel je? Dit is wat de richtlijnen zijn. Waarom krijg ik 40 uur werkstraf plus nog een schadevergoedingsmaatregel plus nog al die andere maatregelen? Dus dit is onuitlegbaar. Oh ja, en dit vond ik ook een opvallend, want hem wordt verweten, Willem, dat hij de schadevergoedingseis niet betwist heeft. Maar ook dat is een beetje dubbel, want enerzijds zegt de rechter, ja, die immateriale schade is niet betwist, dus die wijs ik toe. Maar de materiële schade heeft Jan Bond ook niet betwist en die wijst hij af. Hij had het natuurlijk ook helemaal kunnen afwijzen en zeggen van ja, het is misschien wel smalig, maar tegelijkertijd heb je toch aan jezelf te danken dat mensen dit soort dingen zeggen. Dus hoezo schadevergoeding? Ja, maar dit is ook heel bizar, hè? Als de materiële schade niet aangetoond kan worden, omdat die niet is onderbouwd, dan moet je het dus vooral hebben over je gevoel, de immateriële schade. En die is wel bewezen. Nee, die wordt aangenomen door de rechter. En dat maakt jouw hypothetische stelling wel wat geloofwaardiger. Is die rechter lid van D66? Geldt die heimelijk ook op jonge kinderen? Dat zijn vragen die gerechtvaardigd zijn. Maar de vraag is, hoeveel geestelijke schade kan je Sidney Smeets überhaupt toevoegen? Want ik denk dat die man enorm lijdt, überhaupt omdat hij Sidney Smeets is. Ik kan me voorstellen dat het gewoon echt een lijdensweg is om Sidney Smeets te zijn. Dus de vraag is, hoeveel leedtoevoeging kon zo'n tweet er nog bij bijdragen? Ik weet het niet. Ja. Als je denkt van wat een gekke keuzes, het OM moet toch onafhankelijk kunnen functioneren en het gelijkheidsprincipe en het opportuniteitsprincipe handhaven. Nou, inmiddels valt het gewoon letterlijk onder de NCTV. Je kan het hier op deze link nog een keer nakijken, het is van 2018, maar dat is de aanmaken van de pagina. Dit is het stukje, het kolom van de NCTV van het organogram van 2024 en dan zie je dat Albersberg de eindverantwoordelijke is voor het OM. Dus het is nu steeds openlijker van ja, we hebben een coup gepleegd en let's cut out the middleman. Wij willen gewoon opdracht geven. Die moet zijn mond houden en die moet zijn mond houden. Ja, dus even samengevat. We hebben net laten zien dat ze de uitvoerende macht, die beheersen ze. Dus daar doen ze alles. Zij regeren in Nederland. En tegelijkertijd sturen ze dus ook justitie aan. Dus dit is een totale machtsgreep waarbij alle macht nu bij de NCTV. En via de NCTV natuurlijk uiteindelijk bij DHS en de VS. Hè, want de NCTV
wordt weer aangestuurd vanuit DHS. Dus dit is een keiharde machtsgreep die hier plaatsgevonden heeft. Ja, dan gaan we nog even verder. Ja, want dus de volgende, en waarvoor moet die voorkomen? Smaadschrift gepleegd op 1 juni 2023, gemeente Rotterdam. En wie is er dan gesmaad? Het is Sydney Smeets. En dit is niet de eerste. Dus kennelijk, ik heb 100 keer aangifte gedaan. Er is er geen enkele opgevolgd. Maar Sydney Smeets, die hoeft alleen maar te zeggen. Ja, kunnen jullie deze tweet ook even bekijken? En prompt moet degene die zich heeft getweet, heeft geuit op Twitter of op een ander podium. Hetzij vanuit zijn functie als journalist, hetzij vanuit zijn functie als opiniemaker of comediant. Die moet op het matje komen. En inmiddels weten we dan wat er gebeurt. Ja. Dus bijzondere keuzes. Maar het gaat nog veel verder. Reiza, die stond vandaag terecht. En die moest voorkomen onder andere voor de uitspraak als reactie op het filmpje en op de uitspraak van Gideon van Meijeren, had zij het in haar functie als opiniemaker over negroïde primaten. Dat werd als discriminerend en schadelijk opgevat. Overigens, degene die daar aangifte van heeft gedaan is een blanke ambtenaar, als ik me niet vergis, of in ieder geval werkzaam of opdrachtnemend van de overheid. Daar komen we later nog een keer op terug. Maar het gaat even over deze tweet. Wat staat hier? Ik zie hier Ed Smeets lol. Is dat dezelfde Sydney Smeets als we al eerder besproken hebben, Jeroen? Ja, volgens mij wel. En die werd in een. En het enige wat Reiza gedaan heeft, is verslag gedaan van een uitspraak van de rechtbank. Van iemand die veroordeeld werd omdat hij Smeets een kleuterneuker heeft genoemd op Twitter. En zij zet het nog tussen aanhalingstekens. Dus het is niet haar uitspraak. Zij herhaalt wat in de rechtbank is voorgekomen. En daar. Is voorgekomen. En volgens mij was dit van Sander van Dam. Die is toen ook veroordeeld voor laster. Omdat hij kleuterneuker aan het adres heeft geuit van Sydney Smeets. Dus dit is wel heel bizar. Dus een journalist mag niet meer schrijven over wat er in de rechtbank gebeurt. Ondanks dat het gaat over een feitenvaststelling in diezelfde rechtbank. Ja, ik... Nou goed, er staat wel natuurlijk achter van in onze tijd wordt het benoemen van de waarheid afgestraft en redt het systeem alleen voor je als je lid van de D66 bent. Kijk, kleuterneuken is natuurlijk ook feitelijk onjuist, want nergens is tot nu toe gebleken dat hij kleuters neukt. Het enige wat vaststaat is dat hij met minderjarige jongens rommelt. Ja, nou, kijk, dat is ook weer iets vreemds in die zaak van Jan Bonte. Ja. Het Instagram-account van Sydney Smeets, daar volgde die wel degelijk, ja, is het softporno, in ieder geval bij prepuberale kinderen. Waren kleuters, weet ik niet, maar tussen de 6 en de 10 volgens mij. Die dan seksueel getinte foto's en filmpjes bevatten, die Instagram-accounts. Dat heeft hij later weer verwijderd. Maar wat het ook zei, hè, daarmee is hij nog niet strafbaar. Alleen is het wel logisch dat als je een publiek figuur bent, dat je daarop wordt aangesproken en dat dit besproken wordt. Als het besproken wordt, en dat is al strafbaar, dat je niet eens meer je mening over dit soort feiten mag geven, ja, dan zou je toch wel kunnen zeggen dat we de democratie reeds lang verlaten hebben. Helemaal dus als je het hebt over iemand die moest opstappen uit de Kamer, juist om deze feiten. Ik bedoel, veel absurder wordt het natuurlijk niet. Ja, deze zaak wordt vervolgd, maar we zien een trend. Het is niet alleen Sydney Smeets, hè? Dat zou te veel eer zijn. Joost Knevel, die jij nog succesvol hebt verdedigd en die boete van 200.000 euro ervan af hebt gekregen, die willen ze nu alsnog gaan innen, omdat hij zijn voorwaarden zou hebben geschonden. Nee, het zit iets anders. Die zaak die ik gedaan had, ging om een schadevergoedingsvordering van de gemeente Bodegraven. Dit is een ander vonnis waar tegen Knevel geen hoge beroep heeft ingesteld. Uit 2021, meen ik. Dat gaat over, hij mocht dus niet meer die mensen noemen. En hij mocht dus ook geen verwijzingen er meer naar doen. En dat was op boete van 5.000 euro per overtreding met een maximum van 200.000.
Nou, nu is die Van der Sande, dat is de advocaat van de gemeente Bodegraven en van een van die zogenaamde mensen die daar genoemd werden. Van der Gucht, meen ik, heet die. Die eisen nu die boetes op, die zijn opgelopen tot 200.000. En ze willen dat nu ten uitvoer gaan leggen door middels van lijfsdwang. Hij zit al vast, hè, op een andere feit, maar het laat zien, ze vermalen hem totaal. Hè. En dat is toch wel kwalijk, want het staat in ieder geval vast dat Joost Knevel geestelijk niet helemaal in orde is. Hè. Hij is getraumatiseerd, dat staat vast, dus ja, in het onderzoek naar voren gekomen. Wat ook vaststaat is dat hij niet beschikt over 200.000 euro. En dan kan je in principe iemand niet gaan opsluiten om hem te dwingen toch te betalen. Het kan alleen maar als iemand wel kan betalen, maar niet wil betalen. Dus er moet op dit moment hier een zaak tegen aangespannen worden en een executiegeschil om dat van tafel te gaan krijgen. Hij zit dus weer vast, dus het maakt het ook allemaal gecompliceerd. Er zal een advocaat gevonden moeten worden die dat gaat doen. Ik zelf kan dat niet doen. Nee. Maar het is wel tragisch. Het laat zien wat hier gebeurt. Het malen, de mangel waar we het net over hadden, die wordt hier in extreme aangehaald. Gaan we naar de volgende. Ja. Want, het is een hele lijst. En ik denk dat dit ook in het kader is van Restoring Trust. Hè? OM eist 2 maanden tegen Huig Plug. Ze komen allemaal langs. Voor doxing. En dit is misschien wel de meest bizarre zaak, ook als je het dossier een beetje hebt gevolgd. Hij is dus in januari aangehouden, 31 januari, in de trein. En er werden allemaal bijzondere bevoegdheden ingezet om hem aan te houden op het moment dat hij zijn telefoon had geopend, zodat ze ook in zijn telefoon konden komen. Dat was het hele idee van de aanhouding. Want ze willen weten wat voor informatie hij heeft over, ja, daar komt hij, pedofilie en kindermisbruik. In de eerste zaak kwam dat al eventjes aan bod. Toen hij voor die meme werd vastgezet, zogenaamd voor bedreiging. Toen heeft het OM gezocht op zijn telefoon, op deze 2 zoektermen. En die informatie doorgespeeld naar Pels Rijken, die namelijk een rechter vertegenwoordigde die beschuldigd werd van kindermisbruik en pedofilie. Nou, dat mag natuurlijk helemaal niet, die uitwisseling van gegevens, maar we moeten niet net doen of we in de rechtsstaat wonen. Dat is reeds ver voorbij. Maar het meest bizarre is, Huig Plug wordt er nu van verdacht of beschuldigd dat hij heeft gedoxt. Doxing is sinds 1 januari 2024, dus een week na zijn post, is het pas een wet geworden. Hoe kan je dan met terugwerkende kracht worden veroordeeld? Dit bestaat toch helemaal niet? Het lijkt me heel sterk, omdat volgens mij is het delict het plaatsen of het verspreiden van. Maar als het er al op staat, dan heb je het strafbare feit volgens mij al gepleegd. Dus dat is sowieso een rare. Het tweede is, dus het is dan een feit wat al liep voordat het strafbaar werd. Dus dat is niet een nieuw feit. Het is een oud feit op dat moment. En daarbij, we hebben net gekeken die stukken van het Riek. Moest hij niet eerst kijken of we überhaupt het is wel misschien onrechtmatig, maar is het dan wel noodzakelijk om het te verwijderen? Hè? Ja, volgens hun ideeën wel. Ja. Nou, en dan wil ik nog iets bijhalen. De takedown notification, de escalatieportalen waar ambtenaren al bij kunnen, die kun je inzetten als OM. Je kan ook nog, wat is het, strafvordering 125 inzetten. Dan wordt het getoetst. Maar als het echt doxing is, dan kan je de provider op meerdere manieren dwingen om het te verwijderen. Dus als zij dat echt vonden, dan hadden ze niet tot 31 januari hoeven te wachten. Nee, dan hadden ze gewoon actie kunnen ondernemen. Dus dit gaat natuurlijk helemaal niet omdat het een strafbaar feit is. Dit gaat weer om het malen. Ze willen Huig Plug kapot maken. Die ze ook kapot willen maken. En we zijn nog lang niet klaar. Het is een lange zit vandaag. Want het regime komt terug voor de wraak. Ines Wesky is vorig jaar aangehouden en in een bunker gestopt. Daar heeft ze een boek over geschreven. Maar er zijn een aantal vreemde
onderdelen aan deze zaak. Ze had namelijk 2 dagen voor haar aanhouding heeft ze zelf aangifte gedaan tegen het OM, omdat het OM samen met Special Forces een scenario had geaccordeerd waarbij een van de SOCOM-militairen volgens mij een kidnap en anders liquidatieopdracht had gekregen. Dat gaat over Tachi ontvoeren uit Dubai. En als dat niet zou lukken, dan zou die vermoord moeten worden. Ruperti, mijn advocaat, die was eerst advocaat voor degene die opdracht heeft gekregen. Daarna werd hij advocaat van Tachi. Dus dit verhaal is zeker door meerdere mensen overgetuigd. Dat was natuurlijk de echte reden waarom Besky moest worden vastgezet. Maar ze hebben nog iets gedaan. En dat doet mij weer denken aan die inval bij jou en Jan. Ze hebben namelijk haar kantoor leeggeroofd in april 2023 en 45.000 documenten in beslag genomen. En in juni dit jaar werd bekend dat het OM deze stukken wilde gebruiken in andere strafzaken. Ja, dus het hele vertrouwelijkheid en nou, we hebben het hier over het beroepsgeheim. Hè? En het beroepsgeheim hebben we vorige week ook al over gehad. Dat is de basis. Dat is een pilaar van de rechtsstaat. Je moet je kunnen verdedigen doordat je alles open kan leggen aan een vertrouwenspersoon, in dit geval de advocaat. En dat jij dan die documenten in beslag neemt en dan vervolgens wil gaan gebruiken. Dit gaat zo ongelooflijk ver. Dit is werkelijk. Het is nauwelijks te beschrijven hoe ver dit gaat. Ja, dit is gewoon het opheffen van de rechtsstaat. Nu ben je klaar, weet je. Want artikel 6 en 13 zijn uitgeschakeld. Er is geen fair trial meer. Er is geen effective remedy meer. Hiermee is alles opgeheven. Maar in ieder geval zal zij zich moeten verantwoorden op 14 januari volgend jaar. Gaan we naar de volgende. Kijk, de in-group en de out-group. Hè? Dus we hebben Huig Plug en Knevel en anderen, dat is de out-group. Maar de in-group, Siewert van der Linde en de vorige, Wesky, die worden zo hard aangepakt. Ten eerste om af te leiden van de misdrijven die de staat pleegde. Want hier met die mondkapjes en die persoonlijke beschermingsmiddelen gaat het natuurlijk helemaal niet om of een stichting stiekem toch winst heeft gemaakt. Als je kijkt welke miljarden er zijn weggesluist. En het is gewoon geaccordeerd door minister De Jonge. Dus als er iemand al vervolgd zou moeten worden, dan zou het De Jonge natuurlijk moeten zijn. Maar wat ze hier laten zien is: we vermorzelen je. En dit moet vooral het signaal zijn van: over dat COVID gebeuren, niemand mag praten. Hè? Want anders rest jou eenzelfde lot als Siewert van der Linde. Dan gaan we naar nog een schrijnender geval, vind ik persoonlijk. Want als er dan al een rechter is die zegt van: nee, dit zijn misdrijven, ik hou mijn rug recht. Nou, Jeroen, jij bent hier meer op ingelezen. Wat ja. Ja, dat is de rechter Detmar, die een paar jaar tijdens de COVID-tijd in Weimar, de familierechter, die heeft een uitspraak gedaan waarin zei dat een school geen mondkapjesplicht mocht opleggen. Een hele terecht oordeel. Dat had hij gedaan op basis van rapporten die experts hadden opgesteld. Nou, een reactie liet toen niet lang op ze wachten. Er zijn geloof ik 3 invallen geweest bij hem thuis in zijn kantoor. Alles is in beslag genomen. Vervolgens is hij vervolgd wegens rechtsboygoen. Wilden ze hem dus een onvoorwaardelijke straf geven. Uiteindelijk is dat omgezet naar een voorwaardelijke straf. Maar het feit dat een rechter veroordeeld wordt tot 2 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij een onjuist vonnis heeft geschreven. Ja, ik weet niet hoe Er is geen bewijs dat het vonnis onjuist was. Hè? Een onwenselijk vonnis. Nee, absoluut niet. Nee, het vonnis was juist op zichzelf. Het enige wat hem verweten werd, was dat hij zou min of meer het initiatief genomen hebben tot deze zaak. Maar wat op zich ook niet zo vreemd is, omdat het ging hier om een familierechter. Hè? Dus dat is dan ook niet meer zo vreemd. Maar blijft een feit, een rechter die veroordeeld wordt vanwege een ongewenste vonnis wat hij geschreven heeft.
Ja, inmiddels is hij natuurlijk ook geen rechter meer en hij is vermorseld. Dit dient als voorbeeld voor elke rechter die het in zijn hoofd haalt om tegen de staat te oordelen. Let op, mooi in lijn blijven lopen. Als je ook maar één stap naar buiten zet, komen we achter je aan en we gooien je door de gehaktmolen. Gaan we naar de volgende. Ja, het is een dame die de laatste jaren van haar leven in de gevangenis heeft verbracht. Omdat zij gezegd heeft dat de Holocaust niet helemaal gelopen is zoals Hollywood dat voorstelt. En zij leefde al toen dat gebeurde. Door mensen die toen nog helemaal niet leefden. Werd ze in de gevangenis gezet. En dan staat er, this is what Jewish supremacy looks like. Ik weet niet of dat zoveel met Joods te maken heeft. Nee, het gaat erover, als je tegen het narratief ingaat, dan vermorzelen we je. Zij is dus in de cel gestorven, omdat zij zogenaamd een holocaustontkenner zou zijn. Gaan we naar de volgende. Cool. En nog even een laatste opmerking hier. Er zijn tal van oorlogsmisdadigers die vanwege een hoge leeftijd niet meer gevangen gezet zijn of niet meer vervolgd zijn. Maar iemand die daar dus een opmerking over maakt en dat een debat daarover opent. En ze zegt helemaal niet dat het niet gebeurd is, even de Holocaust. Ze zegt alleen maar, het is niet zo gebeurd. Het is anders gelopen. Ook goed nieuws, in ieder geval. Een stap in de goede richting voor de mensen die zeiden van ja, maar Tate, het zijn verkrachters en ze hebben vrouwen gedwongen in de prostitutie en ze hebben mensenhandel uitgehaald. En toen zeiden we al van nou, dit verhaal dat kennen wij een beetje en dit is zeer waarschijnlijk een totale false flag. De Tates, die spraken zich ook heel kritisch uit en nu blijkt inderdaad de rechter natuurlijk veel te laat, maar heeft vrijwel alle bewijs van het OM verworpen omdat het vervalst is. Hey, waar hebben we dat eerder gehoord? Dus deze zaak gaat helemaal nergens meer naartoe. Maar er is inmiddels ook een tweede zaak aangehaald, waar ook al een groot deel van tafel is. En dit is het hele punt. De vervolging heeft nooit gediend tot een veroordeling. Het zou mooi zijn, als je niet oplet, dan word je alsnog veroordeeld en dan zit je nog zwaarder in het probleem. Maar de vervolging is het doel op zich. Het door de mangel halen. Een verstrakte handhaving door autoriteit persoonsgegevens leidt tot schaduw over privacybeleid. Ja, we hebben het net al even over het AP gehad. Nu moet het AP zichzelf verantwoorden en wordt ze aangeklaagd door meerdere bedrijven omdat ze te streng zou zijn, ja, je hoort het goed, te streng zou hebben opgetreden op het AVG-gebied. Ja, naar die bedrijven toe, niet naar de overheid natuurlijk. Maar wat ik denk dat hier eigenlijk achter zit, het AP loopt niet genoeg in lijn. Ze is kritisch op al deze samenwerksverbanden en dat AVG, dat is eigenlijk alleen maar om burgers en bedrijven onder controle te brengen en dat moet niet voor de overheid gelden. Dat is mijn lezing hiervan. Het zou zomaar kunnen. En miljoenen extra voor digitale recherche en aanpak cybercrime. De politie krijgt tientallen miljoenen extra's. En dat heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid recentelijk laten weten. Welke cybercrime zouden ze daarmee bedoelen? Zouden ze bedoelen oplichting? Of zouden ze bedoelen ransomware? Nee. Of zouden ze bedoelen kinderporno? Of zouden ze bedoelen kritiek op de overheid? Ja, dit zou je zomaar eens kunnen zijn dat dit om de vertrouwen in de overheid te herstellen, dat een bijdrage daarvoor is. En daarvoor moeten we natuurlijk alle andere sluitende meningen moeten we verbannen, want dat is, we hebben het al eerder over gehad, dat is hinderlijk en mensen raken daarvan in de war. Dus ik denk dat vooral dit soort cybercrime, dat we het daarover hebben. Wat is dit, Willem? Ja, dit gaat nog eens eventjes over die rechters. Deze week stonden ook vier dappere artsen voor de rechter. Want die zijn veroordeeld voor boetes wegens het voorschrijven van HCQ en ivermectine. De meeste van deze, van Walraven, Rogger, Deutsch en Elens, vier van de acht, die stonden dus voor de Raad van State.
In eerste instantie hebben ze die boete gekregen. Die boete ging van tafel bij 3 van de 4. Maar de staat die vond het heel belangrijk dat deze artsen werden aangepakt. Dus die is daar in tegen hoger beroep gegaan. Dus de staat heeft deze zaak bij de Raad van State aangebracht. En de rechters zijn Altena, Vermeulen en Stovee. Nou, wat is nou het interessante? Ten eerste werd er aan Rob Elens gevraagd van, ken je Willem Engel? Nou, ik voel me vereerd dat dat kennelijk van belang is voor of zij volgens hun eigen protocol en beroepsgroep hebben gehandeld met het verstrekken van ivermectine en of HCQ voor COVID-patiënten. Maar ze waren ergens anders naar op zoek. Dan gaan we naar de volgende. Die Stovee, die blijkt dus fan van mij te zijn. Maar wel een beetje een bizarre fixatie heeft. Dus dit is een artikel uit april 2021. En hij krijgt een prijs voor het meest begrijpelijke vonnis. Hè, dat ze in normale mensentaal hebben opgeschreven. En als laatste vraag krijgt zij de vraag, met welke beroemdheid zou u in quarantaine willen? En dan zegt ze, Willem Engel, tussen haakjes, met als enige voorwaarde dat ik hem een coronavaccin mag toedienen. Deze mevrouw, die moet dus de artsen beoordelen die beboet zijn, omdat zij kritisch waren op de prikjes en graag mensen wilden helpen die al ziek waren, want daar helpt een prik sowieso niet tegen. En dat deden met alle goede intenties en ondersteund door de wetenschap, maar tegen de narratieven in. Jeroen, vind jij dit wrakingswaardig? Ja, maar goed, welke rechter is tegenwoordig niet wrakingswaardig, maar deze in het bijzonder. Maar Willem, volgens mij heb je al stiekem fantasieën hierover gehad. Nou, ik vind het heel bijzonder dat de rechtspraak ons ook op deze manier volgt. Ja, dan hebben we het over een voorlopige voorziening in de CBG-zaak, want het staat nu vast. Het CBG heeft toegegeven, ja, die vrijwilligheid was gewoon een onzin-excuus. Wij wilden gewoon uitstellen dat wij een beslissing moesten nemen of dat we moesten motiveren. Dus het staat nu vast dat de eerste 2 voorlopige voorzieningen op onterechte gronden zijn afgewezen. Dus is het logisch dat we een derde voorziening aanvroegen. Maar ik heb zo'n donker, het staat er niet letterlijk, maar bijna wel. Ook kunt u in het verzoek om een voorlopige voorziening voor 5 december een uitspraak verwachten. Nou, 5 december is de uitspraak in de bodemzaak zelf. Wat hier volgens mij staat is van, ja, we gaan niet nog een keer zo'n zitting opvoeren, want daarmee leidt het CBG veel te veel gezichtsverlies. Dus we wachten netjes af tot de prikcampagne afgelopen is en daarna ja, laten we het NCTV aan het woord in het vonnis. Ja, kijk, als er natuurlijk een uitspraak komt in de bodemprocedure, dan kan je ook helemaal geen voorlopige voorziening meer vragen, want dat is namelijk in afwachting van. Nee, de voorlopige voorziening is om voorlopig de prikcampagne te stoppen. Ja, maar als zij dus maatregel. Dat snap ik, maar die tijdelijke maatregel, als zij die zaak afwijzen, dan is er natuurlijk ook geen ruimte om zo'n tijdelijke maatregel toe te wijzen. Ja, maar dan nemen ze ook een voorsprong op wat ze gaan. Ja, natuurlijk, maar dat doen ze, dat hebben ze hier dus ook gedaan. Want als het namelijk echt spoedeisend is, dan kan ze soms zelfs binnen 24 uur zo'n uitspraak plaatsvinden. En je zou toch denken, als die prikjes inderdaad zo gevaarlijk zijn, als wij naar voren gebracht hebben, dan zou je gelijk een voorlopige voorziening moeten treffen. En het feit dat je zegt, nou weet je wat, daarmee hebben ze in principe al aangegeven wat die uitspraak gaat worden. Anders hadden ze namelijk nu al een uitspraak gedaan. Dus ja. Wat kunnen we erover zeggen? Dat was de rechtspraak met nadruk op verleden tijd. Ja, ook hier krijgen we in alles gelijk. Dat hadden we al, dus we gaan er snel doorheen. Die switch van subtype, dus de IgG4, hebben we het al vaker over gehad. Het is namelijk een onderdrukken van het immuunsysteem. Is nu ook bij kleine kinderen waargenomen. Wie had dat nou kunnen denken, Jeroen? Gaan we naar de volgende. Dus als effect van de prikjes. Didier Raoul, die komt met een artikel die denk ik als 5e of 6e groep in de wereld bewijst dat er inderdaad actief DNA in de prikjes zit. Ja, gaan we naar de volgende. Oud nieuws. Ja, oud nieuws zou je zeggen, ja. En
Na twee keer te zijn verwijderd is eindelijk het artikel van onder andere Mackes en McCullough over de autopsies die zijn uitgevoerd bij de vaccinatiedoden staat online. Het heeft even geduurd, 2 jaar maar liefst, maar nu mag die hopelijk online blijven staan. En ja, deze vond ik dan zelf wel weer grappig. Mijn eerste praatje bij Weltschmerz, toen zei ik al van ja, maar jongens, als je een prikje gaat geven, dan bypass je het immuunsysteem waar de afweer moet plaatsvinden, namelijk het mucosal membrane, oftewel de slijmvliezen. En ja, deze wetenschappers komen er 4,5 jaar na dato achter van, hey, ja, hij had gelijk. Dat mRNA kan helemaal niet werken, al is het alleen maar door de manier van toediening. En dit is volgens mij de laatste. Dit bevestigt nog eens een keer dat langdurige immuniteit met mRNA niet zal gaan, want er worden geen cellen in het beenmerg aangemaakt. Dus er komt ook geen geheugen van. Dus het is een totale mislukking. Ja, dan gaan we even naar plotseling en onverwachts. En herseninfarcten nemen toe onder jongere volwassenen. En dat is de derde belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd, een herseninfarct. Volgens de WHO kan het verwoestende gevolgen hebben, waaronder verlamming en cognitieve achteruitgang. Ja, ik denk dat we nu langzaam toch de gevolgen van climate change aan het zien zijn. En dat nu ook de jongeren echt hard getroffen worden daardoor. Ja, deze, dat is een is ook een filmpje bij van Rennick. Dit is ook een van de mensen die dus die disinformation bill heeft gekild. Dankjewel daarvoor. Zet zich al een hele tijd in voor waarheid. Waar dit over gaat is dat er in een van de overlijdenscertificaten gewoon niet is opgenomen dat die persoon 7 dagen daarvoor een prikje heeft gehad. Nou, dit hebben we al ook in een Nederlandse zaak aangetoond, hè, bij anafylactische shock. Wordt er niet aangekruist, ernstige bijwerking. We hebben te maken met ordinaire criminelen. Ja, dit is ook iemand prikschade. Daardoor moest zijn hoofd worden opengemaakt. En nu heeft hij een heel lang hersteltraject. Hè. Dus hij kreeg oedeem in zijn hersenen en daardoor vielen allerlei functies uit als gevolg van de prik. Maar hij kwam er eigenlijk nog goed vanaf. Want er zijn mensen die een minder goede prognose hebben. Zoals deze 23-jarige voetbalster die een kwaadaardige tumor heeft. Dan kunnen we natuurlijk niet met zekerheid zeggen dat het door climate change komt. Maar het is wel opvallend. En bekende vriendin, 28 jaar, van Oud International, ja, krijgt heftige diagnose. Het was een enorme schok. En dan gaat het over Emma Heesters. Ja, daar kunnen we ook niet met zekerheid zeggen of het door de prik komt. We weten ook haar prikstatus niet. Maar het is opvallend dat zoveel jonge mensen turbokanker krijgen. Ja, en oud-prins Mark, 45 jaar, overlijdt dag na aftrap van carnaval. Hè. Dus dan 11-11 begint volgens mij carnaval. Een eerlijk, oprecht en geweldig mens. Ja, maar dat is waarschijnlijk omdat hij veel gedronken heeft. Hè? Waarschijnlijk. En Glenn de Gent, 50 jaar, van Get Ready, is overleden. 50 jaar. En advocaat Laure, 31 jaar, plots overleden. Een mokerslag voor iedereen die haar kende. Hey, maar zij woont in een plaats, volgens mij, wat jij ook kent. Willebroek. Het is ongeveer de buurvrouw van Mark van Ranst. Ja, dus de kans dat zij dan geprikt is, hopelijk niet door Mark van Ranst zelf, maar is wel aanwezig. Dus of het climate change is of iets anders, kunnen we niet zeggen. En we zullen voor altijd van hem houden, de VS, de toneelspeler? Nee, niet een toneelspeler, acteur uit de VS, Paul Thiel, die is met 35 jaar oud overlijden door kanker. En boosterprik kwam net te laat voor moeder, 76 jaar, van Wouter Beker. Jammer genoeg kon het geen effect meer hebben. Ja, weet jij, ze is 2 dagen... voor haar dood had ze een boosterprik gekregen, maar dat was net te kort. Net te laat, weet je. Als ze nou een week daarvoor gehad, dan had het misschien nog werking kunnen hebben. Ja, hoe knettergek wil je het hebben, Willem? En dit is een artikel, dit is gewoon België, een nieuw artikel.
En dat is dan viroloog Steven van Gucht. Hè? Een hele zware misdadiger. Die ook het coronabeleid in België bepaald heeft. Ja. En die komt dan met dit soort opmerkingen. Mensen zijn onbegrensd schaamteloos. Amsterdam blijft veiligheidsrisicogebied. Demonstratieverbod is opgeheven. Nou, ook een gevolg van die false flag. Amsterdam is nu een veiligheidsrisicogebied. Dus het is helemaal vast dat alles een opzetje was. En desondanks gaat men gewoon door met wat men natuurlijk al lang van tevoren gepland had. En een tweet van Jamila Lepers. En dit is wel een heel opvallend bericht, Willem. Want ja, wat gebeurde er? Ja, er zijn dus filmpjes van die Maccabi-hooligans. Dat Alex Meijer, die CEO van een kledinglijn, Cariban. En er worden allemaal hoodies en andere artikelen uitgedeeld aan die fans. En daarna gaan ze dan aan de slag met hun rampage. Dus wat is hier aan de hand? En ik denk dat we met deze false flag, omdat die zo in detail is uitgewerkt, allemaal van dit soort stukjes kunnen terugvinden. Het is ook goed om Alex Meijer even te vragen van hoe dat nou dan precies in elkaar zat. Nou, ik weet je, het grappige was, ik zag ook een alternatief journalistiek platform uit Groot-Brittannië. Die hebben hier ook een heel item over gemaakt. En die was meer dan 500.000 keer bekeken. Dus het gaat wereldwijd, wordt wel langzaam bekend dat Amsterdam een stad van bedriegers is. Die allemaal theaterstukken verspreidt. Ja, een ongelukje, sorry. Advocaat die zegt dat door ME geslagen vrouw heeft hersenletsel. En dat was, hebben we het over vorige week zondag, raakte ze gewond toen de mobiele eenheid een charge uitvoerde op de Nieuwe Dijk. Ja, en ze was daar met haar man en dochter aan het winkelen. Ja, de politie gaat het onderzoeken. Maar ja, weet je, ongelukje, kan gebeuren, toch? Maar denk even na, dus ze probeerde haar dochter, die ze aan de hand had, in veiligheid te brengen. Ze wilde langs de ME, toen werd ze op haar hoofd geslagen en verloor ze bewustzijn en viel ze met haar hoofd op de grond en nu heeft ze hersenletsel. Die dochter, die is dus ook getuige geweest, die is voor het leven getraumatiseerd. En dit krijg je als je de honden loslaat. Als je geweld, hoe gecontroleerd dan ook, gaat inzetten als wapen tegen de bevolking, dan vallen er collaterale slachtoffers. Ik ben verbaasd dat dit niet veel vaker is gebeurd. En ik vind ook dat de ME'er die dit heeft gedaan, die moet natuurlijk ontslagen worden, gevangenisstraf, et cetera, schadevergoeding, maar zijn baas ook. Ja, en dan klagen dat het vertrouwen in de overheid steeds verder afneemt, hè? 4 aanhoudingen en demonstranten bekogeld met eieren en appels bij intocht Sinterklaas in Middelharnis. En dan hebben we het over de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Nou, ieder jaar vast ritueel. Het is bijna net zo'n traditie geworden als Sinterklaas zelf. Het is jammer, want ik heb hem gesproken, die Jerry Afiri, een tijd geleden met een interview dat het NRC had georganiseerd. En ja, daar kwam hij heel redelijk over en vertelde hij over alle andere projecten die Kick Out Zwarte Piet ook organiseert. En ik heb sterk het gevoel dat dit soort mensen zich laten gebruiken om te polariseren. Want waarom ga je naar een Fries plaatsje om daar mensen voor racist uit te maken, terwijl ze daar Sinterklaas willen vieren? En ik roep mensen ook op van, vier Sinterklaas zoals je wil, maak vooral geen politiek statement en zie het wat het is. Dit is de volgende false flag. Omdat de false flag van de Maccabi supporters ontmaskerd werd, is deze meneer met zijn achterban op pad gestuurd om snel weer af te leiden van de vorige. En zo worden we van de ene polarisatie naar de andere geduwd. Want dit artikel gaat erover dat die stichting die Kick Out Zwarte Piet financiert gewoon een ambi-status heeft. Wij konden er geen krijgen, maar deze stichting wel. De stichting publiceert zijn jaarverslagen al jaren niet, dus ze voldoen ook objectief niet aan de criteria. Die krijgt heel veel geld van mediabedrijven en van de overheid. Dus de overheid organiseert dit letterlijk zelf. Ja, de overheid is een terroristische organisatie. En
alle rotzooi die we om ons heen zien, is de bron is bijna altijd hetzelfde. Dat is namelijk de overheid zelf. Dus ja, wij zijn ik denk niet als je problemen hebt. Wij zijn voor het saneren van de overheid. Alleen samen krijgen we de overheid onder controle. Precies, hè? Dus het is niet anti-institutioneel. Het is we hebben problemen met het feit dat al die instituties gekaapt zijn door criminelen. En daar hebben we wel problemen mee. Zeker. En dat was hem alweer. Nou, we hebben het net boven de 2 uur gehouden. Er was ook veel te bespreken. Ik denk dat dit de volgende lijn is. Hè? Dus critici, maak je borst maar nat. Hopelijk hebben jullie eraan gedacht om een huisje in het buitenland te regelen. Of een cedula in Paraguay. Want er komen zware tijden aan. Goed Willem. Nou, nog veel plezier in Duitsland. En tot de volgende. Tot de volgende.